Hallo iedereen, welkom bij weer een super vette livestream. Want het is natuurlijk de Wilbo livestream en wij hebben het altijd hier gewoon zo super gezellig. Ik zie dat ik mijn webcam even wat omhoog ga doen hoor. Zo, moment. Ja, hey. Ziet er goed uit. Mensen hebben het lef om mij te appen soms tijdens de livestream. Dat is wel een beetje jammer, maar weet je, het hoort erbij, het hoort erbij. Even kijken wat er geadd wordt. Oh, haha, oké, cool. En de chat is meteen tot leven gekomen. En dat betekent dat ik ga tweeten dat ik live ben. Want ik heb niet zo'n handig knopje dat ik automatisch zie dat ik live ben. Dat is nou wel weer jammer. Maar goed. Hallo kinders. Ik ben live. Kom, kom kijken als je cool bent. En dan de link. Zo. Lekker. Lekker linkie. Dus, hallo, hoe is het met iedereen? Zijn alle kids achter de rit? Alle kids, weet je wat? Ik laat jullie even mooi hallo zeggen tegen iedereen. Terwijl je natuurlijk weer even lekker wat skittle power neemt. Want skittle power is belangrijk bij iedere livestream. En nee, ik word nog steeds niet gesponsord door Skittles. Zo jammer weer, zo jammer. Maar weet je, het is niet anders, het is niet anders. Even een paar lekkere overheden. Zoals je ziet heb ik hier een paar mooie kleurtjes zo hier. Ja, ik heb een, twee rode. Ik heb twee mooie, prachtige groene. Ik heb twee mooie, dat is toevallig dat ik overal twee heb van iedere kleur. Ik heb twee mooie gele. En ik heb natuurlijk een mooie oranje. Maar daar heb ik er maar één van. En deze stop ik dan allemaal in mijn mond. Om een skittle power te verkrijgen. Oh, nee! 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 Dit is een beetje gevallen, ik ga hem redden. Oh, nee! Ik heb gevonden. 5 seconden regel. Skittle power! Ik voel het. Ik voel het door me stromen. De kracht. Het wordt één. Amazing. Oh. Dat was meer dan 5 seconden, though. Nee, Tessa. Nee. Weet je wat? Ik zet langzame modus even aan. Zodat jullie even lekker kunnen beginnen met het naamrondje. Dan kunnen we zo snel mogelijk beginnen met spelen. Oké. Drop allemaal eenmalig je naam. En dan noem ik hem op. Dan zeg ik hoi tegen je. Dan zeg ik hoi tegen jullie allemaal. Hallo, Loekie, Joy, Boris, Erwin, Jonne, Johan, Twan, Amber, Melissa, Luc, Pascal, Marian, Tom, oh Jesus Christ, Tessa, Alissa, Femke, Ivan, Giovanni, Rewa, Jesse, Pepijn, Lars, Lorenzo, Casper, Chantal, Brent, andere Tessa, Jeroen, Jasmilla is er ook weer bij, Jesper is er ook bij, Anouar, T-Mac, Lucas, Niek, Kian, Cookie, Femme, Chanel is ook gearriveerd met trouwe mod, Alissa is trouwens ook, een trouwe mod en ik skip niemand. Alvast bedankt voor het modden jullie allebei, echt super. Ian, Frank, Heider, Yassine, Radi, Sander, Gino, Femke, Duncan, Leonardo, Steve, Sam, Yuane, Janie, Rosanna, Larissa, Simon, Guus, Edson, Maaike, Boris, Sirak, David, Jeremy, Ryan, Damir, Justin, ik ben nieuw, dat is een rare naam, maar goed, roll with it. Davina, Lisa en Naomi, Roon, de Tessa heb ik al gehad, Niek, en nu is mijn liedje afgelopen, nu is het even heel awkward. Ja, nu is het even heel awkward. Ja, ik weet niet zo goed wat ik nu moet zeggen eigenlijk zonder muziek. Maar goed, we gaan weer verder met het namenrondje. Willem is er ook bij, Tycho, Johan. Delissa, Delisa, Quinten, Rens, Melissa, Sam, Sil, Luca,
Awkward momenten met Wilbert zegt Femke, inderdaad. Dubian. Abdullah. Wie de fuck. Ik heb hem aan de, aan de oplader zitten, dus je hoort altijd als iemand me hebt. Dat is heel gezellig. Lieve. Jasmine. Bob. Brandon. Ali. Maxime. Een andere Lisa. Jaden. Jesse. Tim is er ook bij. Senne. Ook binnen. Henk. Daniel. Alano. Owen. Thijs. Maartje. Mike. Jalen. Tom. Loor. Emiel. Ruben. Robin. Alex. En Willem. En Elmer. En volgens mij heb ik nu het grootste gedeelte gehad. Janelle zegt lekker rollen. En dat is mensen die meme niet snappen. Where you at? Where you at? Als je die meme niet snapt, dat betekent dat je nog niet in mijn Discord server zit. En die link daarvoor kun je als het goed is vinden ergens in mijn beschrijving. Ja, in de beschrijving van de livestream vind je de link naar mijn Discord. En dan kun je gezellig chatten met mij, Ronald en alle kijkers. Wat geloof me, het is fucking gezellig. En de rolmeme blijft geweldig. Die houden we erin. Die blijven we erin houden. Stop maar allemaal met je namen droppen, want ik ga geen namen meer noemen. Want het namenrondje is voorbij. Heb ik jouw naam niet genoemd, heb ik geen zorgen. Geen paniek. Ik haat je niet, oké? Ik heb je niet geskipt. Ik heb je gewoon niet gezien omdat heel veel mensen hun naam erin droppen. En dat is niet erg. Want geloof me, er zijn... Mijn livestreams zijn een beetje last man standing. Want is jouw naam nu genoemd? Overleef jij het misschien tot het tweede namenrondje? En de namenrondjes staan ook in de beschrijving. Dan zijn er meestal een stuk minder mensen. Omdat ik niet populair genoeg ben om veel kijkers te houden. Dus dan heb je meer kans op dat jouw naam genoemd wordt. Dus het is een beetje, ja... Blijf zo lang mogelijk volhouden. Als je je naam genoemd wil hebben. Maar pak allemaal even je Switch erbij. Want Splatoon vond ik de vorige keer zo leuk dat ik dacht... Waarom doe ik het niet nog een keer? En ik dacht het ook omdat ik eigenlijk... Meestal bedenk ik altijd wat ik voor mijn livestream wil doen na deze livestream. En ik was het toch maar een soort van vergeten. Dus ik wist niet wat ik ging livestreamen. Dus ik dacht, hey, ik doe wel weer gewoon Splatoon. Dus... Pak allemaal je Switch. Heb je me nog niet als vriend op de Switch? Staat ook in de... Alles staat in de beschrijving. Alles staat in de beschrijving. En deze gehele stream. Luister natuurlijk heel erg goed naar de mods. Want mods knows best, oké? Eén waarschuwing. En dan word je in ieder geval voor een tijdje gemute. En dan, als je dan nog steeds kut blijft doen, dan ben je gewoon weg. Dus laten we beginnen... Met gezellig Splatoon te spelen. Dus pak gewoon allemaal even je Switch erbij. En doe mee. Ik ben heel eenzaam. Doe gewoon mee. Ik ben een eenzame jongeman. Gun mij dit. Oké? Ik heb niet veel te doen. Gun mij dit. Kom. Weg muziek. Nu is de muziek weg. Dat was de muziek. De muziek wordt gemist. Ik weet niet wat ik hier deed. Ik weet de volgorde niet. Het is nou zo. Ik doe meestal gewoon zo. Zo. Ik heb er niet zoveel verstand van. Ik heb geen Switch. Huilen. Ik heb alleen een Wii U. Nou Sven, dan heb je in ieder geval Splatoon 1. Of dan kan je Splatoon 1 hebben. Dat zou een optie kunnen zijn voor jou. Om Splatoon te kunnen spelen. Op die manier. Wie is er? Oh, ik zal trouwens even kijken of ik... Ja hoor, ik heb Friendship Request. Even kijken. Ik heb er een aantal zo te zien. Kijk. Kijk, ik heb hier een aantal. Dus we hebben hier Cappy Games. Dat is leuk, want Cappy is die van Mario. Galaxy, dat is leuk. Dat is leuk. You are now friends. Nou, welkom bij de vriendengroep. En we hebben Robert-Jan met een cool groen shirt. Ook helemaal prima. Alsjeblieft. Jij ook vrienden met mij. En we hebben hier Joran. En die heeft Splatoon 2. Ja, doe ook mee. Alsjeblieft, doe mee. Als je dus livestream nu kijkt, doe mee. En nog een Splatoon 2 speler. Nou, helemaal super. Helemaal super. En Greninja is er, oh, dat is een Pokémon. Dat is ook heel leuk. En dan hebben we natuurlijk Dennis. En hij speelt zo te zien. Heeft ook al 5 uur van Splatoon ingeklokt. Nou, helemaal geweldig.
En dan hebben we ook nog Wilbrood 2.0. Het is niet 1.0, maar het is 2.0 gewoon. De betere, vernieuwde versie is er ook. En Jari die doet ook mee aan het feestje. Ook helemaal gezellig. Nou kijk, alsjeblieft. En dat waren ze. Maar nu heb ik er nog één gekregen volgens mij. Van Mier. Het is een Mier en het is een inktvis als profielfoto. Best raar. De logica is ergens vast, denk ik. Zo. Hoe willen jullie meedoen met Splatoon? Dan moeten jullie even wachten tot ik met dit gekut gepraat weg ben. Want dit is wat ik haat als Splatoon. Dit is wat ik haat. Ik haat het gewoon. En Tim doet Stardew Valley. Nou, gefeliciteerd Tim. Leuk dat je lekker meedoet met Stardew Valley. Ik vind het heel leuk voor je. Kijk, dit zijn de maps van vandaag, maar dat boeit ons niet. Ik heb een klein beetje gespeeld in mijn vrije tijd. Niet heel veel. Volgens mij heb ik één keer gespeeld in mijn vrije tijd op dit account. Zodat ik in ieder geval iets hoger level was. En dat ik gewoon lekker mijn gear kon aanpassen. Zodat ik er in ieder geval iets anders uitzie. Dat vind ik, kijk, nu zie ik er zo uit. Vind ik heel leuk. Ik ga wel altijd even kijken wat er in de shop te vinden is. Laat ik dat eerst even kijken. Want misschien zijn er nog leuke schoentjes die ik wil. Of leuke shirtjes die ik wil. Of iets leuks dat ik wil hebben. Ik hou ervan. Kijk, groene schoentjes. Die moet ik hebben. Die moet ik hebben. Kijk. Deze moet ik hebben. Bye. Equip. Yeah, baby. Nu heb ik groene squantjes. Groene squantjes. Is hier ook nog een cool shirt? Even. Nee. Nee. Meh. Die is op zich wel dope. Nee. Even kijken wat ik hier heb. Hier is een... Oh, hier is een pet. Dat vind ik cool. Ik vind die pet cool. Ik vind die pet heel cool. Dit is ook wel op zich heel cool. Maar ik vind deze pet cool. Bye. Equip. En wat voor wapentjes hebben we? We hebben een kwast. Die vind ik niet zoveel. We hebben de paintball gun. We hebben de paintball gun. Die wil ik, want daar ben ik heel goed mee. Kun je even opschieten met praten alsjeblieft. Ik heb hier een livestream gaande, Sheldon. Ik waardeer het als je niet zoveel praat. Alsjeblieft. Hehe. Cool. Mag ik die kopen? Bye. Equip. Hoppakee. Deze vond ik volgens mij het fijnst, dacht ik. Mijn pet is Splatoon is cooler. Nee, nee. Wacht, ik wil toch even een ander shirt. Want nu heb ik allemaal groen. En dan heb ik één ding, dat is geel. Dus ik wil even dat zwarte shirt toch kopen. Als ik er nog genoeg cash voor heb. Moet vast wel. Nee. Welke was cool? Deze. Doe ik deze. Lekker. Equip. Zo. Nu zie ik er wat cooler uit. En dat betekent dat we met deze coole outfit gaan we even lekker rocken natuurlijk. Gaan we even lekker erop los. Ik zie er vet gaaf uit op dit moment. Maar op een normale account zie ik er nog net weer wat cooler uit. Maar hey, wat doe je eraan? Oké, dus hier is wat je doet. Als je wilt joinen. Connecting to the internet. Oh, moet die voor de rest niet... Oké, cool. Private battle. Create a room. Geen wachtwoord. Niet nodig. Het is gewoon privé. Als je bevriend bent met mij, kom er gezellig bij. Turf War natuurlijk. Stage select. Welke gaan we doen? Ik wil op zich wel een van de nieuwere mampies doen. Zoals deze. Join mij! Ik ben level 6! Oké, Marieke is bij het feestje. Ik neem ondertussen gewoon wat skittles hoor. Ik doe het. Oké, we hebben nog maar een paar nodig op zijn minst. Oeh, Mier is er ook bij. We zijn drie mensen van level 6. Kom op. Nog twee op zijn minst. Nog twee. Nee, Casper! Niet Super Mario Odyssey gaan spelen. Ga Splatoon spelen. Oh. Jeanette, waar ben je? Kom erbij, Jeanette. Oh, ik voel de skittle power weer. Ik voel het. Skittle power! Het komt erbij. Eindelijk. Gun jij me een Switch? Ik gun je een Switch hoor, Jasmilla. Kom! Twee mensen. Of nee, één. Eén. Ik heb nog één iemand nodig. Anders moeten er twee steeds spectators, ben ik achtergekomen. Eén persoon. Jeanette. Where you at?
Oh, je kan niet meedoen, want je bent te druk met modden. Snap ik wel. Eén iemand nog. Eén iemand. Eén persoon. Doe mee. Anders hebben we oneven teams. Gun mij. Anders wordt het een hele saaie stream, want dan kijken we de hele tijd naar dit scherm. Eén persoon. Eén persoon. Ik heb nog ruimte voor één iemand. Doe mee. Alsjeblieft. Join mij. Oh, maak mij mod. Ik kan... ja, oké, dat is wel een goeie. Jasmilla kan wel inderdaad wel... Doe mee! Doe mee, Chanelle. Doe mee. Chanelle, doe mee. Pak je Switch. Eén persoon nog. Let's go. Pak je Switch. Het kan. Het kan. Let's go. Ah! Hey Wilbo, veel kusjes en knuffels van je allergrootste fan Melissa. Die van je schilderij van Wilbo. Can I get a Wilbo in de chat? Ja jongens, allemaal even voor Melissa. Hashtag Wilbro in de chat. Hashtag Wilbro in de chat. Hashtag Wilbro in de chat. Nu. Even hashtag Wilbro in de chat. Voor Melissa. Ja, goed zo. Lekker. Lekker. Oh, ik doe zelf niet ready. Oeps. Gun die Melissa. Ja, thanks Melissa voor al je support. En thanks voor de donatie. Wordt enorm gewaardeerd. Dit potje is voor jou. Dit potje is nu gewoon voor jou. Het is battle time. En ja, Chanelle, je bent nu te laat. Want nu is er al iemand anders bij. Je kan nog steeds joinen, maar dat spectate je. Ja, Jasmina, je mag best wel streng zijn hoor. Je mag best wel streng zijn. Je mag best wel streng zijn. Kijk, hoppakee, daar zijn we dan. Ons team, wat een goed team zijn wij. We hebben twee rolletjes. Kijk, nu is mijn petje blauw. Dat is dan wel jammer eigenlijk. Je moet, sommige items die kleuren met je mee. Dat is wel raar. Oh, ik vind het in ieder geval raar. Ik vind het apart. Want dan denk je soms, oh, ik koop een mooie gele pet. En dan is hij in een ander potje, is hij opeens niet geel. Boom. Suck it, bitch. Ik noem mijn kijkers nu gewoon bitch. Dat is eigenlijk niet goed. Kom op, team. We kunnen het winnen. Dus gebruik die Skittle power. Als niemand van mijn team nu Skittles neemt, hè, dat is dan weer jammer. Dan ben ik heel teleurgesteld. Flanked. Oh, het hele team was daar. Het hele team was daar. Oh, zuur is dat. Zuur is dat. Hele team. Oh, ik had het kunnen winnen als ik goed was. Oh, kut. Bom. Aha, dit is een opwarmpotje. Maar ik moet nu niet zuigen. Ik moet het voor Melissa doen. Ik gun Melissa de overwinning. Maar we zijn dik aan het verliezen nu. Maar geen zorgen. I got it. I got it. We hebben weer een nieuwe wilbrand bij. Nee. Nee. We hebben elkaar doodgemaakt. Oké, team, kom op. We moeten even het pushen nu. We moeten even pushen nu. Dit gaat niet zo lekker. We kunnen dit beter, jongens. Ik heb betere potjes gehad ook. Kijk, hier is nog helemaal niks, jongens. Hier heeft nog niks iemand gedaan, gewoon. Wat is mijn special? Oh, yes. Ik heb die curls dingen. Dat is mooi. Kijk, ze zijn zo druk bezig daar bij ons. Nee! Blijf van Joran af! Fuck you, Elmer. Oh shit, mij is alweer leeg. Ik moet het beter in de gaten houden. En hop. Zo, helemaal prima. Prima. We maken een comebackie. Hoppakee. We zijn een dikke comeback aan het maken nu, jongen. Oh shit. Oh, ze hebben ons geflankt. We kunnen... Kom op, team kijkers. We kunnen dit. Het zijn eigenlijk allemaal kijkers. Oh, onze comeback is weer afgenomen. Maar nu ze daar zijn gefocust, gaan we hierheen. Want dit is bij onze spawn. Je zou toch zeggen dat dit onze kleur zou worden? Omdat het onze spawn is. Gun ons. Gun Melissa de overwinning. Want het potje is voor haar. Ga nou niet zo doen. Gun. Nee!
Ik zag het alweer roze worden daar. Nee, roze is niet een mooie kleur. Ik gun niet. Oeh, deze hebben we verloren, ben ik bang. Ja. Het spijt me, Melissa. We hebben dik verloren. Het potje was nog wel voor jou. Maar we hebben helaas verloren. Het kan niet altijd goed gaan. Ik heb 4 kills. Sta bovenaan van mijn team. Best wel tevreden. Maar waarom maken die punten uit? Want we levelen toch niet hiervan. Als er nu nog mensen willen joinen, kan dat. Weet wel dat je moet spectaten zo nu en dan. Als je dat niet erg vindt, dan mag je van mij joinen. Terwijl ik even wat lekkere skitteltjes neem. Oh ja, ik ga ook even wat friend requests accepteren. Maar eerst skittles. Huh? Prioriteit, hè? Mm. Ah! Ik voel de skittle power. Ik voel het. Mm. Yes, it do. Welkom bij de club. Join mijn Discord ook even als je toch bezig bent. Waarom duurt het zo lang? Het maakt me bang dat... Oké, cool. Goed zo, Chanelle. Goed zo. Zo, we hebben weer even wat vriendjes erbij. Kon er nog iemand bij komen of was dat niet het geval? Want er is nog ruimte voor iemand. Ja, salty rate level 42, jezus. Oké, mensen. Ik ga nu 2 random personen ga ik nu even op spectating zetten. En dan wissel ik de hele tijd af. Dus let's go. And ready. Oh nee! Ik moet tegen die dude van level 42. Salty Rage. Oh god. Te veel geplayed. Zegt moet ik abonneren. Nou chat. Laat maar even weten of te veel geplayed moet abonneren of niet. Laat deze man weten of hij moet abonneren. Teamgenoot, oef. Ja, snel, ik verwacht nu wel dat we winnen hoor. We moeten nu gewoon dik gaan. Als we nu niet winnen, dan ben ik heel teleurgesteld in je. Speel het potje, is voor mij dikkie. Is helemaal goed, Anouk, Het potje is voor jou, Anouk. En als ik het potje win, dan rol je officieel mee. Dan moet je mee rollen, dan heb je geen keuze meer. Jij wil dat het potje voor jou is? Prima, mijn regels. Deal or no deal. Goed zo, promote even die Discord in de chat. Die gezellige Wilbro Discord. Ik had echt verwacht dat hij maar een paar dagen echt heel erg actief zou zijn, daarna niet meer. Maar ik vind het fijn om te zien dat jullie echt like, serieus plezier ervan hebben. Kijk, lekker even neerhaan maaien. Oh, shite. Niet focussen op mij. De Iwaskop, sommigen die zien... Nee, je kan niet op mij focussen, want je ziet de naam niet. Tenzij ik een heel herkenbaar uiterlijk heb in deze game. Maar volgens mij niet. Volgens mij ben ik niet zo... Ik heb een pet op, maar volgens mij ben ik niet zo heel herkenbaar. Dat ze denken, oh, daar loopt Wilbert. Laten we hem dood gaan maken. Dus daarom... ik weet niet. Ik vind dat juist het fijnere is dat dit spel heeft, maar niet... Mario Kart kun je zo zien waar ik ben. En dan zijn er altijd weer van die kijkertjes. En niet ontkennen. Die denken, hey, daar is Wilbert. Laat ik met hem fucken, weet je wel. Want de naam staat er automatisch boven. Maar hier bij de tegenstander... Hé, wat denk jij dat je daar aan het doen bent? Dacht het niet. We moeten dit winnen, jongens. Chanelle, dit is voor Anouk. We willen dat Anouk meerolt. Laat Anouk meerollen. Lekker bezig, team. Overal even die mooie kleur. Oh, ik zie je er wel. Nee. Waar gaan we heen? Van achteren door die salty rage. Zo jammer weer. Oeh, we gaan in... Oh, dit is een close call. Oh, nog 1 minuut, jongens.
Dit wordt echt close. Dit wordt echt close. Dit wordt heel close. Ik heb al, gezegd dat het heel close wordt. Waarschijnlijk meerdere malen. Nee! Daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het niet over hebben wat daar was gebeurd. Dat is echt heel gênant voor mij. Ik wil het er niet over hebben. Ik wil het er niet over hebben. Het is niet gebeurd. Neem dat stuk van net. Vergeet het. Ik wis het uit jullie brein. Kut! Ik bedoel, oepsie floepsie. Het was die salty rage weer, hè. Ik gebruik wel als excuus dat ik nog moet wennen aan dit wapen. Want ik heb hem nog niet gebruikt. Dus voor het eerst dat ik met dit wapentje speel. En ik dacht dat ik hem super fijn vond. Maar dat was dus niet het geval. We kunnen nog net een comebackie maken. This close. Dit is denk ik een heel close call. Oeh. Ik weet niet. Volgens mij net niet. Ja, met 1%. Hashtag Anouk gaat rollen. Anouk moet nu officieel meerollen, want dit potje was voor jou. Yeah, baby. Yeah. Haha. Ik word echt salty en rage door hem. Ja, echt hoor. Echt hoor, die salty. Ik heb nog wat vriendschapsverzoeken ontvangen. Dus die ga ik even toevoegen. En ik denk dat ik na dit potje ga ik weer een nieuwe room maken. Zodat er weer wat nieuwe mensen tussen kunnen komen. Anouk, je zei dat het potje voor jou moest zijn. En als het potje voor jou is en ik win, dan moet je meerollen. Je ging akkoord. Dus nu moet je meerollen. Het is een ding. Het is serieus een hype nu. En je moet meedoen met de hypes. Anissa zegt, heb je al een Discord server? Ja, die heb ik. Kijk in de beschrijving van deze livestream. En dan vind je, als het goed is, een perfect werkende link. Waar je mijn Discord kan joinen. En gezellig mee kan babbelen met iedereen. Edson, jij mag weer meedoen. Joran, jij mag weer meedoen. Mier en Eclipse gaan nu spectaten. Zo. Ik zit bij Salty Rage. Heb je toch de trui gekocht? Nou, roodje. Kijk, voor de mensen die niet snappen waar het over gaat. Ja, dat is van mijn Discord. Ik heb de trui niet gekocht. Hij was... toen het internet weer... toen ik hem zou kopen, omdat hij weer beschikbaar was. Lag ABN AMRO eruit, dus kon ik hem niet kopen. En ik ging er niet alleen op de Discord over ragen, maar ook tegen vrienden en vriendinnen. En een vriendin van me heeft hem daadwerkelijk gekocht. Zodat ik hem sowieso had. Dus ze had niks gezegd. En toen kwam ze hem langs brengen. En we zijn groen! Wauw, wat toepasselijk. Dit is mijn kleur. Dus toen had ik hem gekregen van en zo. Zodat ik hem sowieso had. Dus dat was wel lief. Leuke verrassing. Maar ik was wel eventjes heel erg depressief dat hij alweer weg was. Want hij gaat uit voorraad. Dat betekent dat hij gewoon niet meer terugkomt als hij uitverkocht is. Fuck! Ik was cocky. Ik dacht, dat kan ik wel. Dat kan ik wel aan. Maar dualies zijn juist heel snel. Larissa vraagt, hey, hoe gaat het, Wilbert? Het gaat helemaal prima, Chima, met mij. Helemaal. Doe dit potje voor mij, zegt Jonne Venema. Dit potje is voor jou. Ik wil deze persoon echt heel graag uit de lucht sturen. Oh! Oh, Chanelle. Oh, je zou naar me toe... Ik ga straks die dualies equippen, denk ik. Want die heb ik wel, maar misschien zijn die wat fijner. Maar deze kan ik veel meer mee splatten, zeg maar. Maar ik weet niet. Ik vind tot nu toe... heb ik nog niet zoveel plezier van dit wapen eigenlijk. Ik vind hem nog net weer iets te sloom. I guess. Maar ik kan hier wel veel meer splats mee maken, zeg maar. Basically. En als ik raak, is die wel sterker. Kijk, even wat van die curls gooien overal en nergens. Overal even dat groene verf. Hopen dat ik een kill ermee maak. Nee, ik heb geen kill mee. Helaas. Oh, jezus. Ging mijn kill een beetje stelen. Salty rage. Dat is nou weer jammer. Kijk, ik heb nog geen kill gemaakt misschien. Maar ik heb wel heel veel groen gemaakt. Ik ga nu niet dood. Dit is niet mijn moment om dood te gaan. Hoppakee. Die was overduidelijk een kill voor mij.
killstealers. Fucking killstealers. Maar ik ben in ieder geval alles mooi kleurt hier aan het maken. Kijk, dit moet allemaal weer groen worden. Dit moet allemaal weer groen worden. Ah! Ik ben, dit wapen schiet gewoon niet snel genoeg, vind ik. Ah, huppakee. Ik heb Cappy Games afgemaakt. Hier, ik moet wel Salty Rage verdedigen terwijl hij naar mij teleporteert. Oeh. Oh shit, die bom van hun gaat naar me toe. Oh golly. Oké, die is geëxplodeerd. En ga ik nu weer terug, want ze proberen de hele tijd via deze kant hierheen te komen. Weet je, ik ben niet echt bepaald een gunner met dit spel. Dus ik gun ze gewoon ook niet. Nee. 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 Edson is al afgemaakt. Lekker. Maar nu is hier allemaal roze. Dat gun ik niet. Ik gun niet. Ik ben niet een gunner. In dit geval. Groen is de mooiste kleur die er is. Bombs away! Dit was een simpel potje. Ook al heb ik niet veel kills gemaakt, het is wel lekker gegaan. Ik heb wel lekker veel gesplat eigenlijk. Ja, dat was een mooi potje. Mooi potje was dit. Dat is een goeie. Kijk, hoppakee. Hoppakee. Oh. Skill power! Lekker! Oh, ik heb blijkbaar 5 kills gemaakt. Wauw. Oké. Okay. Ik ga even een nieuwe room maken. Join allemaal. U bent welkom. U bent welkom. Oeh, nog meer nieuwe mompies. Allemaal nieuwe mompies die ik nog niet gespeeld heb. Wat vind je van M&M's gemengd met Skittles? Ben je ooit naar de USA geweest? Ja. Ja, daar ben ik ooit heen geweest. Die zet ik op spectating. En die zet ik niet op spectating. Ja. Zo. Laura gaat er vandoor. Nou, doei Laura. Het betekent heel veel voor me dat je alsnog eventjes kan kijken. Heel gezellig. Ook al moest je later weg. En ik spreek je alweer verder in de Discord chat. En voor de mensen die nog steeds niet doorhebben. Ik heb een Discord chat. En join gezellig. Chat met ons mee. Ronald en ik gaan soms ook in de voice chat. Dat is ook heel gezellig. Al zeg ik het zelf. Ik zie dat Jasmilla al haar rol van mod heel goed serieus neemt. Ben ik echt blij mee. Wilbo, ik ben ziek en door jou ben ik een beetje beter. Nou, dat doet me goed. Dat doet me goed dat je ietsjes beter voelt weer. Dat we net wonnen kon ook niet anders. Het was mijn kleur. Groen is mijn kleur. Tuurlijk win ik dat. Dat is natuurlijk, dat hoort zo. Ik win dat gewoon. Ik win die shit. Kijk, kom op Joran. Beetje goed rollen hier, hè. Met je roller. Waarom heb ik geen rollen? Dat was super grappig geweest voor een meme. Lekker rollen. Oh, ik kan straks op zich wel een rollen gaan kopen. Maar ik ben niet goed met de rollen. Maar dan kan ik wel lekker rollen. Dat had me wel super grappig geleken. Jesse zegt ik ben een Wilbro. Super. Wilbro's zijn de coolste mensen die er zijn. Ik mag Wilbro's. Ik heb nog nooit iemand gehad die zegt ik ben een Wilbro. Waarvan ik dacht, oh wat een dik. Wat een dik. Flanked. Nee! Oeh, ja, dacht je. Oh, shit. Shit, Thijs. Oh, dat is natuurlijk Thijs. Oh, nee. Dat is Disco, volgens mij. Oh, ik had helemaal niet door dat hij erin zat. Hij zei al dat hij een potje mee ging doen. Oh, ik had ook niks anders verwacht dat hij fucking goed was hierin. Dit ga ik niet winnen. Ik ga dit niet winnen van Disco. Oh. Voor de mensen die het niet weten, ik heb... Oh, kutzooi. Ik heb een tijdje First gepresenteerd. En daar ontmoet ik Thijs. Oftewel... Gameboy Disco op YouTube. En echt, als ik met iemand over games kan praten, is het met Thijs wel. Hij zei al dat hij mee zou doen. Maar ik had helemaal niet in de gaten dat hij al in de lobby zat. Ik had helemaal niet in de gaten. Ik denk nog steeds dat ik kon inmaken met Mario Kart met moeite. Maar hey,
Met Splatoon weet ik het zo wel nog niet. Met Splatoon weet ik het nog niet. Ik denk sowieso niet dat ik hem dood kan maken in ieder geval. Want het is me nog niet gelukt om hem dood te maken. Dat is één ding dat zeker is. Maar we zijn wel lekker aan het ownen hier. Oh shit, ze zijn daar verder terug aan... Oh nee, niet goed. Niet goed. Oh, niet goed. Daar is die Tisco weer hoor. Nee, zie, ik wist het. Het is weer... Hij is het. Hij is het. Ah. Ah, dit wordt er nu... Ik heb... Als ik win, ben ik zo blij. Als ik win. Hier, daar is... Ze zijn een comeback aan het maken. We liepen net zo goed voor. Nee, ik zie je wel. Ik zie je wel. Ik zie je wel. Oh, Kevin! Kom op, Joran. Neem die revenge. Oh, shit. Ik ben wel goed met een roller. Ja, Chanelle kan sowieso... Dat Chanelle goed kan rollen, dat is niet een geheim. Lekker rollen. Oh, dit, volgens mij hebben ze net een last moment comeback gemaakt, denk ik. Zo voelt het in ieder geval. Woe! Lekker voor je, Tisco. Ik heb je misschien niet doodgemaakt, maar ik heb wel van je gewonnen. Oh, jij bent die Thijs. Oh, mijn fout. Helemaal de verkeerde... Vind ik helemaal tegen de verkeerde Thijs te schreeuwen. Jij bent ook goed, hoor. Jij bent ook goed, hoor. Shout-out naar de andere Thijs. Ik denk dat dit man puur cool is. Ready. En nu Cappy Games. Jij mag weer meedoen. Jij mag weer meedoen. Dit keer ga jij. Oh, jij hebt spectate. En jij hebt spectate. Volgende potje mag je weer meedoen. Ik laat je niet meer dan één potje spectate. Onthoud dat altijd. Nientje zegt rol in de Wilbo. Je weet zelf. Hashtag ik rol mee. Melissa zegt, Wilbert, heb je nog steeds die onderkinfoto van Ronald op haar achtergrond? Ja, wat is hier mis mee? Dat is toch een mooie foto van Ronald. Zo is hij altijd een beetje bij me. Is hij altijd een beetje bij me. Roman zegt, ik had je gekild, ik was Kevin. Ah, voel je jullie trots dat je me dood hebt gemaakt? Je hebt me dood gemaakt. Nu zit je nog bij mijn team. Ah, zo jammer. Kijk, we zijn nu paars van HGP. We zijn nu de HGP squad. Dus even lekker gaan alles onder gaan inkten. HGP squad, let's go. Blobfish dingen. Hallo iedereen. Meer facecam dan video altijd, zeggen ze. Oeh, ze hebben een beetje neon geel groen. Oeh, dat is ook wel een mooie kleur eigenlijk. Volgens mij is het nu gewoon... Het is nu eigenlijk gewoon Wilbro's versus HGP squad. En ik zit niet eens bij de Wilbro's. Ik zit in de HGP squad. Oh nee, dit wordt een lastige. Ik zie het nu al. Ik kan altijd wel een beetje in het begin zien hoe je team het gaat doen. En hoe jij het gaat doen. Kutzooi. Ah, recht is een roller, hè. Recht is een roller. Altijd Jasper zegt doei. Nou, doei dan! Ga maar! Dan ben je niet in het volgende namenrondje. Oké? Okay? Nee, bedankt voor het kijken, man. Ik wens je nog veel plezier met wat je nog verder gaat doen in de avond. Oh shit, ik word gevolgd door die Salty Rage. Ik had hem moeten zien. Ik had hem moeten zien aankomen. Vorige keer was beter. Marshmallow zegt ik moet gaan. Nou, het was gezellig wat je leven was. Ik heb genoten van je aanwezigheid. Ik heb ervan genoten. Het was leuk. Het was gezellig. We hebben gelachen. We hebben gehuild. Ja, we moeten het even beter doen, jongens. Dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Dit kan... Kijk, hoppakee. Hoppakee, hoppakee, hoppakee. Waarom maak ik geen kills hier mee? Ik zie mensen hier altijd kills mee maken. Maar ik maak nooit kills hier mee. Kutzo, kutzo, kutzo. Oeh, iemand had hem gedood midden in zijn special. Als die special er niet was... Oh! Kom op, kom op, kom op, kom op. Ah! Nee! Salty Rage! Kap nou! Ik heb het gevoel dat je op mij zit te focussen. Ook al is het gewoon niet zo. Ik kom je gewoon steeds toevallig tegen.
Yo, iedere keer als ik bezig ben met de kill maken, dan komt hij opeens en dan zit sploep. Kut. Kut, 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 kut. Oh, Thijs! Thijs! Ik ga straks echt even naar mijn dualies. Ik weet niet, ik heb het gevoel dat ik daar veel beter mee deed. Deze is iets te slow, heb ik het idee. Maar het kan ook... Kijk, ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is. Ik heb het gevoel dat deze niet heel sterk is. Of voor mij niet. We verliezen door jou. Hoezo door mij? Waarom leg je nou weer meteen zoveel druk op mij? Ik ben best wel goed. Maar niet met dit wapen, heb ik het idee. Maar niet met dit wapen. Ik ga straks gewoon weer even uit de lobby. Ga ik even andere dingen doen. Ga ik even kijken of ik andere wapens kan equippen. Ik heb op zich best wel zin om een roller te... Maar ja, ik weet niet zo. Ik weet niet. Ik voel de rol... Ah, oh, die zag ik zo hard aankomen. Die zag ik zo hard aankomen. Ik ga weg. Ik ga weg. Ik ga weg. Ik ga even mijn dualies. Ik ga even weer terug naar mijn dualies. Met mijn dualies ging het nog wel goed. Met dit wapen gewoon niet. Dit is echt dramatisch. Je bent ook level 6. I know! Oh, bijna iedereen is ook hoger level, vandaar. Ik moet echt meer spelen op dit account. Ik moet meer in mijn vrije tijd spelen, maar weet je wat het is? En ik zal even heel eerlijk met jullie zijn. Ik heb de laatste tijd... In december had ik volgens mij even een weekje vakantie genomen. En ik had een calculatiefout gemaakt, waardoor ik achterliep met mijn voorraad. En ik probeerde de hele tijd weer mijn voorraad erbij te krijgen, maar er is steeds, dan moet ik weer weg. Dan moet die weer wat van me. En ik heb het druk nu dus. En dat is best wel kut. Oh, waarom ga ik hierheen? En dat is best wel kut, want ik wil Splatoon spelen in mijn vrije tijd. Zodat ik even wat hoger level ben voor livestreams. Maar ik heb het gevoel dat dualies, dat ik het daar beter mee deed. Kan aan mij liggen. Ik ga het gewoon proberen, waarom ook niet. We doen dit spelletje toch nog maar even. Kan ik toch wel even proberen. Kijk me gaan. Kijk me gaan. Daar ga ik. Lekker, lekker glijden. Het is niet rollen, maar het komt er in de buurt, weet je wel. Het zijn dingen, weet je. Soms heb je niet wat perfect is. Veel rolplezier, Marissa. Ja, inderdaad. Gun allemaal even veel rolplezier. Rollen is the way. I mean, seriously. Kom, join me iedereen. Oké, eens even kijken. Welke map had ik ook nog niet gedaan? Het skatepark had ik nog niet gedaan. Je mag me joinen. Oh, weer allemaal hogere level. Ik moet echt hoger level zijn, jongens. Het is echt heel erg zielig. Wow! En toen was iedereen erbij. Oké. Even die skill to power. Even die skill to power. Ik voel het. Niet dat ik wou dat ik een switch had. Misschien ooit op een dag. Ik ga even huiswerk maken met wilde op de achtergrond. Goed zo. Lekker met je huiswerk bezig zijn. Ik ben erin. Mooi zo. Ik heb Smarty Power. Smarty Power mag ook. Puur om alleen omdat van Smarties ga je ook rollen. Hoe is het anders toegestaan? Het is toegestaan. Wie doe ik nu in... Die doe ik er nu in. En... Die doe ik er nu in. Volgende potje spectate je niet. Geen zorgen. Niet boos worden op mij. Haat me niet! Ik vind het zo bullshit. Dat je met 16 mensen in een lobby kan. Terwijl je alle game modes voor 14 mensen... Of nee, voor... 14 mensen? Oh my god. Voor 8 mensen zijn. Toch? Het is een 8, 9, 10. Ja, je kan met 10 mensen in een lobby, bedoel ik. En alle game modes zijn met 8 mensen. Dus ik snap het gewoon niet. Ik snap niet waarom dit een ding is. Kevin, wil je even ready doen alsjeblieft? Dankjewel. Zal gewaardeerd worden. Even lekker ready doen. Ha! We hebben weer een nieuw Wilbro erbij. Dat is de bong van de Wilbro's. We hebben weer een Wilbro bij. Het enige jammer van livestream is dat als ik soms niet uit mijn woorden kan komen, dat jullie dat kunnen horen. Meestal knip ik er dan uit. Jasmilla zegt, ik snap het ook niet. Wat snap je niet, Jasmilla? Wat snap je niet?
Oh, dat. Wat ik net zei. Je reageert letterlijk precies wat ik zeg. Ik voel me echt heel blond nu. Kijk, nu moeten we tegen blauw, tegen roze, dames en heren. We zijn nu een andere kanaalkleur dat blauw gebruikt. Dat is wat we nu zijn. Die fanbase representeren we nu. Ik weet niet of er iemand is die blauw gebruikt in zijn kanaal. Maar als diegene er is, dit is voor jou. Oké, ik voel me wel. Ik voel deze wel. Ik heb hier een goed gevoel bij. Dit zijn dualies. Doe ik vast goed. Oh, scheiße. En we hebben weer een nieuwe Wilbro erbij. Gefeliciteerd. Ja, we komen eraan. We komen eraan. We worden van achter aangevallen. Oh, die werd geflankt. Die werd vies hard geflankt. Boom. Fuck you, Reinoud. Eat dick. Oh, shit. Oh, dat kan echt niet. Oh, dat kan echt niet. Oh shit, het spijt me, dat vloekte eruit. Dat zijn van die dingen die ik zeg als ik in mijn eentje speel. Oh, ik zeg dat gewoon tegen de kijker, dat kan echt niet. Oh. Want dan was hij gaar. Kijk, mam, ik zit in een livestream van Wilbro, ik kom erin voor. Dan zeg ik niet dik. Hij had zijn payback al, hij heeft mij weer vermoord. Nee! Oh shit, ja, dat was te veel. Weet je, het is heel lastig om een comeback te maken, vind ik soms. Want er is niet zoveel roze. Ik bedoel, er is te veel roze voor ons om langs te kunnen glijden. Ja, doei, Addison. Leuk je gekend te hebben. Laten we alles weer even roze maken, want het hoort hier allemaal. Nee. Oh, what the fuck? Wat was jij nou weer aan het doen, Joran? What the fuck? Kijk, nu ben ik altijd wel wat beter bezig. Ik heb het gevoel dat ik nu alweer wat beter presteer. Ja, jezus, ik wist echt niet. Ik dacht dat ik die curl dingen nog had, maar die had ik dus niet meer. Ik had nu dat stomme raketding dat ik niet wil. Ik wil groen. Ik wil ook groen. Ik wil ook die groene mooie kleur. Kap nou met die fucking... Oh, echt waar. Het is niet zo moeilijk. Kijk, en nu gaan we hier deze even spawn killen. Nou, ik heb in ieder geval... Hé, ik heb 2 kills! Hoppakee! Oh, kijk die mooie groene schoenen even daar. Oh, die wil ik hebben. Oh, die wil ik hebben. Maar ja, het is net als Animal Crossing. Iedere dag nieuwe shit. Het is iedere dag weer nieuwe shit, hè. Ik vind het leuk hoe kleurrijk deze game is. Ik hou ervan. Zoveel mooie kleurtjes. Nee! Zie, ik weet niet. Ik ben daarom denk ik niet zo goed met rollen. Niet dat ik een roller heb. Maar ik ga wel rollen. Veel eten, rollen. Dat is mijn motto. Twan zegt school is niet leuk. Nee, dat weet ik. Oeh, ah! Nee, voor mijn gevoel hadden we nog best wel... Ah! Shit. Wat is het doel van Splatoon, Wilbert? Het is ons doel om zoveel mogelijk onze kleur te maken. Het is dus niet zozeer de bedoeling dat we kills maken. Het is meer de bedoeling dat we onze kleur meer hebben, zeg maar. Oké, Wilbert. Voel de skitter power. Voel de skitter power. Ik voel het. Skitter! Skitter! Skittle power! Ik voel de kracht. Jij zegt hoe ver... Jesse vraagt hoe ver zit je met je merch? Ik heb al een contract ontvangen. Dus we zijn al ietsjes verder. Basul zegt, ben je nog op school? Nee. Nee, ik ben niet op school. Ik ben niet op school. Ik heb mijn diploma al. Ik heb mijn diploma al. Ik voel de kracht. Nou, dat komt van de Winx Club. Nee! Het is niet van Winx Club. Mama, als je dit ziet, Wilbert betaalt de rekening voor morgen. Hey, het is Skitter Power. Het is het waard.
Waarom? Zo kun je niet zijn, jongens. Zo kun je niet zijn. Er zijn altijd van deze mensen die ready en unready gaan. Voel je jezelf nu hilarisch? Voel je jezelf nu grappig? Ik hoop het voor je. Ik hoop het voor je. Ik hoop voor je dat jullie je heel grappig voelen nu op dit moment. Dat jullie denken, haha, Wilbert verliest kijkers omdat zijn stream nergens heen gaat door ons. Basol vraagt ook weer, hoe oud ben ik? Ik ben 22. En Ryan zegt dat moment van je can't join rip mij. Sorry, ik weet ook niet waarom we zoveel mensen kunnen. Ik wou dat we konden roteren er op zich in, maar helaas. Ik vind het wel leuk, want ik heb het echt een hele lange tijd niet gespeeld Splatoon. En ik was echt best wel hoog level en shit. En sinds launch, de eerste maanden van launch. En er zijn er gewoon een paar nieuwe maps die ik dus dan gewoon nooit gespeeld heb. Omdat die dan toen nog gewoon niet bestonden. Dus ik vind het wel leuk. Hou ik wel van. Nieuw mompies. Sophia vraagt welk huis ben je van Harry Potter? Als je mijn video van gisteren hebt gezien, dan weet je dat. Als je mijn video van gisteren hebt gezien, dan weet je dat. Dan heb je er alle verstand van. Kijk eens even. Je moet je rol ook weten hier trouwens. In Splatoon. Kijk, laat ik dit even. We willen dit natuurlijk ook eventjes mooi roze maken. Hè? Mooi roze is niet lelijk, zeggen ze altijd. Ja, hier begint het. Hier begint het. Hier beneden. Ik zie het al. Ja, goed zo. Vlug maar. Vlug maar. Oh, shit. Oh, Edson zag ik niet eens. Ik zag het gewoon niet. Hoe dom ben ik? Hoe dom ben ik? Je rol weten. Ja, precies. Weet je wat ik leuk vind aan deze map? Ik kan gewoon zo... Wee! Wee! Ik kan gewoon lekker naar beneden droppen. Oh, shit. Oké. Het is alsof die het wist. Bijna. Zit ze nou gewoon op mijn... Zo. Hij zit hier te campen! Ze zitten hier te campen! Campers! Campers! Nou, ik zou het zelf ook doen, maar goed. Het zal wel. Kijk, nu ben ik ben natuurlijk niet dom nu. Want ik zie dat ik hierheen moet nu. Want hier is waar ze ontzitten ze te naaien de hele tijd. Voorzichtig, guys. Oh, shit, 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 shit. Oh, scheelde niks. Scheelde niks, dit. Kijk, dit hadden we net nog, jongens. Kom op. Dit hadden we net nog. Dit was net nog allemaal van ons. Drukken. Druk ze hier weg. Druk ze hier weg. Ga je niet winnen. Druk ze hier weg. Volgens mij kunnen we nu lekker hierin. Ah! Joram weer! Ik dacht... Ik had hem al dood. Ik had hem gewoon al dood. Ik had hem dood. Nou, het is niet echt dood. Ze zijn meer knocked out, hè. Het is kindvriendelijk, deze game. Het is kindvriendelijk. Het kindvriendelijk spelletje, dit. Oké, we moeten zorgen dat er hier niemand naar boven komt. We zijn een comebackje aan het maken. Gun ons die... Hashtag... Gun ons die comeback. Gun ons die... Oeh. Ah! Ik haat rollers. Mensen die goed zijn met rollers. Oh, ik haat ze. Ik haat ze. Ik haat ze. Oh, dit gaan we niet... Nee, ze maken... Oh. Fuck. Ja, dit winnen we niet. Dit winnen we niet. Vorige keer zoveel goede potjes gehad. Zoveel goede potjes gehad vorige keer. Bijna alleen maar wins. Het zit me niet mee. Hey, Wil Pro. Hey, dit moet goed komen. Wil Pro. Monkey Movie zegt, wil je me toevoegen op de Switch? Mijn naam is Reemster 2, maar ik kan je niet toevoegen op naam. Mijn ding staat letterlijk... Mijn ding staat letterlijk in de beschrijving. Oh, Jamie, welkom terug. Reinoud, welkom terug. Die heb ik al gehad, volgens mij. Die heb ik ook al gehad. Sorry, Cappy Games. En sorry, Joran. Hé, hey, iemand doet Legend of Zelda Breath of the Wild. Fucking vette game. Oké, dit is het laatste potje. Het potje duurt meestal iets langer dan 5 minuten of zo. Ik denk volgens mij... Oh. Komt mooi uit. Het zijn mijn laatste Skittles.
Skittle power. Nou. Skittle power. Helaas. Zo, even mooi mijn haartjes kammen, jongens. Zien jullie hoe mooi ik dat doe? Dat doe ik even terwijl jullie aan het kloot zijn. Dus het haar kammen met Wilbert. Zo. Mooi zo. Allemaal even ready, jongens. Allemaal even ready. Kom op. Niet flauw doen. Allemaal even ready. Skittle power is op, inderdaad. Helaas. Oké. Laatste potje. Team dat niet bij mij hoort. Laat ons winnen. Gun mij deze win. Laat me even vet cool lijken in de livestream. Doe van wow. Holy shit. Oh my god, jongens. Kylo Ren, kijk mijn livestream. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh, het is Kylo Ren. Maak me niet dood, Kylo Ren. Oh god. Ik vind zijn lightsaber alleen niet zo cool. Maar weet je, je kan niet alles hebben. We gaan het winnen, jongens. Deze is voor de win, zeggen we. Voor de win. Kijk, en nu is het de truc. Nu hebben we dit. En nu kan ik zo. Zo. Kijk, we kunnen nu ook zo. Dat is wat makkelijker. Maar nu kunnen we basically hun overmeesteren vanaf deze kant. En dat komt ons weer mooi uit. Exploderen. Nee, jammer man. Ik zag al wat je daar probeerde. Nee. Oh! Dat was Salty Rage is zo goed met die roller. Hij is pro-roller. Ik wil ook pro-roller zijn. Ik wil ook e-sport roller zijn. Alsjeblieft. Laat mij rollen. Laat mij meedoen met rollen. Alsjeblieft. We zijn nu een comebackje aan het maken. We gunnen hun deze comeback niet, dames en heren. Nee, Kevin, de hamster van Pascal. Ook lullig aan het doen tegen mij dus. Ik zie het wel weer. Hoppakee. Laten we weer de comeback maken, dames en heren. Lekker comebackie. Hier, ik zie dat er al eentje aankomt. Oh shit. Ah, nee. Oh, wauw. Dit was gênant. Oh, dit was heel zielig. Dit was zo kansloos voor mij. Sneu. Ik voel me echt heel erg retarded. Oh, dat was echt een kut move voor mij. Maar goed, maakt niet uit. We zijn lekker bezig. Team doet het goed. Oh, hij heeft die doodgemaakt. Dat is niet helemaal... Kom op. Ja, hehe. Ik ga toch een kill maken hiermee, maar whatever. Het is tenminste wat verf. Een beetje verf is oké. Oeh, dat scheelde niks voor mij. Nee! Salty Rage. Nee. Niet vandaag, niet morgen, niet overmorgen, niet volgende week. Nooit. Oké, we zijn fucking lekker bezig op dit moment. Oh, dat is een beetje mooi. Nee! Nog lekkere kill gemaakt. Nee, daar niet vragen om mod. Ik heb alleen mensen... Ja... Ik heb niet veel mods nodig. Ik ga niet al mijn kijkers mods maken. Maar we hebben gewonnen, by the way. Mag ik een GG in de chat, alsjeblieft? GG in de chat. Laat je horen, chat. Laat je horen. Hoi. Altijd Jasper vraagt, Wilbert, heb je PS4? Zou ik jou eens wat vertellen? Ik heb een Nintendo Switch, SNES Mini, Xbox One, Wii U, PlayStation 4, 3DS. En PC en PlayStation 3. Ik heb alles. Maar goed, dat was Splatoon. Ben ik bang. Ik ben heel erg bang dat Splatoon was. Dat was Splatoon. Ja. Dus nu tijdens deze awkward stilte vraag ik jullie, geniet even hoe ik mijn
Nintendo Switch uitzet, nu op dit moment. En dit wegstop, zo. Ja. En dan geniet van de stilte, terwijl ik er even een nieuw muziekje bij pak. Zo. Oké, okay, dat was genoeg. Ik was even heel kansloos bezig. Het is een leuk muziekje, oké? Okay? Het is wat leuke muziekjes met je doet. Ik pak even de HDMI-kabel van mijn PlayStation 4. En dan moet ik even over mijn microfoon heen, heel awkward. Zie mijn mooie shirt, mooi stofje. Dat wilde ik eigenlijk laten zien hier. Ik zet even alvast alles klaar voor de volgende game. En dan is er even tijd voor haarkamer met Wilbert. Zie het even voor alsof het in slow motion gaat zo. Dat kan ik zeggen, deze pony, dit is echt heel irritant, eigenlijk. Oké, jongens, ik zet langzame modus aan. Ik zet langzame modus aan nu. Het is officieel, ik ben boos op jullie. Nee, grapje, dat is het niet. Oké. En dan gaan we nog geen naamrondje doen. Dan ga ik eerst even mijn blikje Red Bull openen. Oh, dat is zo, je krijgt er zoveel energie van en je wordt er dik van. Dus daar kun je goed van rollen. Koop het vandaag in jouw supermarkt. Ik word nog steeds niet gesponsord. Dankzij Red Bull heb ik deze prachtige onderkin. Ik ben er helemaal klaar voor. Drop eenmalig je naam alsjeblieft. Eenmalig. Jasmilla Red Bull geeft niet echt vleugels. Van Red Bull word je sowieso te dik om vleugels. Om überhaupt te kunnen vliegen met je vleugels. Oh, mijn liedje is afgelopen. Dat is awkward. Oké, jongens. Leuk dat jullie er nog zijn. Maxime, Aneas, Milan, Lookie, Jamie, Nick, Jaden, Luan, Paris, Dodo, Pascal, Liam, Casper, Juke, Tijmen, Justin, Adriel, Noah, Jesper, Mara, Ruben, Femke, Lars, Damir, Edson, Luc, Samuel, Calvin, Sophia, Niels, Sven, Jerely, Milan heb ik al gehad, Thijs, Ivan, Radi, Axel, Jochem, Barry, mijn stem. Levien, Bo, Femke, Kian, Brit, Sam. Twee Larsen, dat zijn twee. Dus ik kan niet zeggen ik heb jou gehad. Het is gewoon oprecht, kan ik niks aan te doen. Duffy, aka, also known as, dat betekent aka. Sil, Chim Mai. Wat is dat nou weer dan? Deze Fortnite, dat is een rare naam, Fortnite. Noah, Lois, Liam, Jonne. Oh, ik vind het zo raar om Jonne te zeggen, want mijn ex heet ook Jonne. Je weet je wat, mijn ex van al mijn video's, die heet ook Jonne. Naomi, Liam, Maud, Melissa, Ivan, 123 Gamers. Marissa, de rollende rolbo. Ja, dat is een goeie, Marissa. Dat is een goeie. Kingdom Hearts, Will Blocks. Dat is een hele rare naam, Snelle. Nice. Nice is ook een mooie naam. Mooie naam hier. Wendy zegt Axel. Juwen. Thijs. Ja, er zijn twee Larsen. Dat is wel een beetje jammer, hè? Dat is wel een beetje jammer. Maxime is er ook nog steeds bij. En Dubian is er ook nog steeds bij. We zitten op 110 kijkers. Nice, jongens. Nice. Deel deze livestream met iedereen die je kent, jongens. Want dit vinden jullie niet een gezellige livestream. En de livestream wordt alleen maar beter. Want we gaan straks beginnen met iets met Disney. En Disney is cool.
Tijmen, Bo, Jurre. Sanne zegt, ik vind jou top! Nou, dankjewel dat je me top vindt. Ik waardeer dat je me top vindt. Ik vind jou ook top, omdat je mij top vindt. Nou, Nina is er ook nog. Raddy is er ook nog. Larissa is er ook nog. Deesje. Ik ben al heel lang bij elke livestream. Dat is echt fucking vet, want de livestream... Geef toe, livestreams zijn gezellig, toch? Ben ik K, Thomas? Oké. Taas, Lindo en Sophia alweer. Die zegt, reageer op BTS. Ik weet niet wat het is. Shakir. Volgens mij heb ik nu alle namen wel gehad, dus ik zet langzaam modus weer uit. Zodat jullie lekker kunnen chatten met elkaar. En dan ga ik nog weer even zeggen dat ik nog steeds live ben. Ik ben nog live. Hou je van Disney? Dan zit je helemaal flex bij deze livestream. Zo, en dan moet ik natuurlijk niet vergeten om de link erbij te doen. Zo. En weet je, als je Disney niet vet vindt, ga dan weg! Dan boeit het me niet! Disney is cool. Als je Disney niet cool vindt, dan ben je niet langer welkom. Dan ben je gewoon niet langer welkom. Maar goed. Kijk je nou naar deze livestream en je bent zit nog steeds niet bij mijn Discord? Wat is jouw probleem? Wat is jouw probleem? Er zitten al bijna 300 mensen in de Discord en we hebben het fucking gezellig. En het beste van het beste is, er is voor ieders wat. We hebben een general chat. We hebben zelfs een chat waar je, als je voel je je verdrietig, ben je sad, voel je je eenzaam, begin je een beetje depressief te worden, ga naar het opvrolijkoekje. Want dan zullen we zien dat alle veelbro's het heel serieus nemen en niet trollen door te zeggen van, oh, wat kutproblemen heb je. Nee, iedereen helpt je daar. En ik vind het zo mooi om te zien dat letterlijk iedereen is er voor elkaar in die chat. Iedereen. Dus dat is heel mooi om te zien, vind ik. Dus daar kan je ook heen. Ben je helemaal van die... Wil je gewoon dik worden en rollen? Dan kun je helemaal terecht in de hashtag ikrolmeechat. Die hebben we ook. En verder, ja, hou je gewoon van spammen. Dan hebben we een spamchat. We hebben voor alles wat. We hebben zelfs een KFC. Kom gewoon. Kom gewoon. Join mijn Discord. En, ja. Laten we dan maar beginnen met de Kingdom Hearts. Ik ben hem ondertussen in de achtergrond heel stiekem met hem aan het klaarzetten. Oké, jullie zagen het niet, maar mijn scherm deed opeens heel raar. Mijn tv-scherm, waar ik op controleer of het dus goed is. De hashtag ikrolmeechat. Ja, precies. Precies. Dankjewel, Chanelle, dat je het linkje even dropt. De ikrolmeechat is natuurlijk het gezelligst, want ja... Weet je, je ziet altijd mensen die zitten altijd zo van... Ah, ik ga afvallen. Niet in de ikrolmeechat. In de ikrolmeechat, dan gaan we gewoon lekker met z'n allen dik worden. En rollen. Dat is waar de ikrolmeechat voor is. Kijk, ik zie al hashtag, ik rol mee. Hashtag, ik rol mee. Ik zie ze allemaal, alleen Anouk zit weer te haten. Alleen Anouk zit weer te haten. Dat is nou weer jammer. Dat is nou weer jammer. Sanne zegt, je noemde mij. Ja, dat klopt. Anouk, de rolchat was jouw idee. Jij vond het irritant dat we de hele tijd over hashtag, ik rol mee zaten te praten in general. Zei je maken, waarom ga je niet een chat daarvoor maken? Dat was jouw idee. Waarom moet hij nu opeens weg? Oké, nu moet hij wat zachter overduidelijk, want anders dan ga je het horen echoen. En de muziek is afgelopen op exact het juiste moment. Dat is mooi, want we gaan nu even switchen naar gameplay. En dan kom je er gewoon achter dat mijn microfoon ondertussen deed het langzaam aan het wegzakken is. Dat is nou weer jammer. Perfect. Oké. Dat is toch weer mooi. Dat is toch weer mooi. Kijk, en dit is het moment van mijn livestream waar ik mijn kijkers zie droppen. Maar ik heb gezegd, overleef je tot het einde van de chat, dan ben je gewoon cool. Dan ben je een stuk cooler. Het is heel donker, want voor summary, ik ga denk ik wat meer hierheen kijken. Want normaal gesproken kijk ik op mijn capture scherm. Maar sinds de Windows 10 update is mijn scherm fucking donker. Dus ik zie hier niks. Maar dat is niet hoe de game is volgens mij. Volgens mij zien jullie het niet donker. Is het voor jullie een beetje donker of kunnen jullie het heel goed zien? Of kunnen jullie het niet goed zien? Kijk, we zijn nog steeds in een Nightmare Before Christmas wereld. Maar geloof het niet, we zijn er alweer bijna mee klaar. We zijn er bijna mee klaar alweer. Oh, shit.
Oh, raad wie er bijna dood is, jongens. Het is Donald. En ik, trouwens. Ik ben ook bijna dood. En Donald Duck. Donald Duck is alweer dood, dames en heren. Donald Duck. Jongens, ik heb geen vertrouwen meer in Donald Duck. Ik heb er oprecht... Ik zie het niet meer zitten met Donald. Ik zie het oprecht niet meer zitten. Ja, ik zie in de livestream zie ik dat jullie prima kunnen zien. Maar op mijn computerscherm zie ik amper wat. Want het scherm is te donker geworden na de update. Het contrast, het lijkt alsof het contrast zo hoog is, zeg maar. Bij een kleurrijke game maakt het niet uit. En normaal gesproken is het heel erg kleurrijk. Maar we zitten nou net in de donkerste wereld. En dat is de Nightmare Trucker. Nou, hij is niet eens donker. Gewoon minder kleurrijk, zeg maar. Hoeveel Heartless zijn hier nog? Volgens mij zijn we nu klaar. Ja, perfect. Volgens mij hadden we nu alle ingrediënten voor een hart, dacht ik. En Donald! Echt waar, wat heb ik hier aan? Jongens, wat moet ik ermee? Wat moet ik ermee? Het lijkt nu wel de hele tijd net alsof ik naar de webcam kijk. Omdat ik er omlaag kijk. Maar het is oprecht gewoon, ik wil zo kijken, want het staat gewoon cooler. Maar ik zie dan gewoon niks. Ja, daar is die weer, ook klootzak. Dat is waar, ik noem Donald Duck een klootzak. Echt waar, Donald Ruck gewoon. Drie keer niks heb je eraan. Nee, ik moet wel, anders ben ik niet hoog genoeg level. Kylo Ren zegt, hou je ook van de arrow? Nee, vind ik saai. Maar ik respecteer mensen die het leuk vinden. Ik kijk wel alle crossovers, dus dat is de enige tijd wanneer ik Arrow kijk. Als ik moet, omdat de crossover is, dus de storyline gaat er verder. Als ik niet moet, dan kijk ik het niet. Hashtag Donald Ruck, inderdaad. Ik geef al mijn liefde aan Donald. Nee, Chanelle, niet doen. Waarom ben je zo? Waarom moet je nou weer zo zijn tegen mij? Ik vind het nou weer zo jammer. Oké, volgens mij, of ik moest met hem praten of niet. Oké, ja, ik moest met hem praten. Kijk, nu gaat hij zijn hart maken. Broa zegt, wat speel je? Ik speel Kingdom Hearts en dat is een game met Disney en Final Fantasy characters. Het is grotendeels Disney werelden met Final Fantasy characters. Wie is beter, Ronald of Donald? Ronald gaat niet eten dood. Discord staat inderdaad in de beschrijving. Link in de beschrijving. Oké. Ik weet waar we nu heen moeten, jongens. Maar nu zijn die monsters weer... Ik vind Sora er zo leuk uitzien. Met deze Halloween outfit. Zero. After them, quick. Oh, dat kids achter de broekrit. Nee, Ronald kan maar één keer dood. Inderdaad. Donald gaat de hele... Donald heb ik gewoon niet... Oh, nu zijn er sterkere Heartless, dames en heren. Sterkere Heartless. Ga ik dit overleven? Ik vind het alleen grappig hoe out of place mijn Keyblade is. Mijn Aladdin Keyblade. Hij is zo kleurrijk. Maar de rest gewoon totaal niet. Het ziet er zo leuk uit. Ik vind het grappig. Maar we krijgen ook een Nightmare Before Christmas Keyblade. Dus dat komt goed uit. Ze blijven ook maar spannig weg. Ik hoop niet weer dat mijn PlayStation crasht zoals de vorige keer op de game. Dat was echt zo naar. Dat was echt heel naar. Maar jongens, wisten jullie dat we al best wel dicht bij het einde zijn? We hoeven niet zoveel werelden meer. Dan hebben we het uitgespeeld, wist je dat? Dus in principe kan ik het uitspelen, als ik het wil. En ik ben een level omhoog. Max HP. Hoppakee. Lekker. Zo nu en dan een beetje Kingdom Hearts spelen, jongens. Dat is geen probleem. Lekker is dat. Lekker is dat. Ik hou ervan. Ik probeer zo nu dan even in de chat... te kijken voor vraagjes. Moet ik mijn Mila bewaren of niet? Wat is een Mila? Ik ben ondertussen niks aan het slaan omdat ik gewoon wat chat probeer te kijken. Dat is best verbazingwekkend. Ik had nooit gedacht dat ik met de stream zo ver zou komen. Omdat ik oprecht niet had verwacht dat jullie het leuk zouden vinden. Maar zoals ik al had verwacht. Met Kingdom Hearts droppen de kijkers wel al. We zijn van 120 kijkers gedropt naar 72. Maar weet je, je kunt maar dan maar zien wie de diehards zijn. Hè? Degenen die nu blijven, zijn de diehards. Word je boos als ik niet meer meedoe? Ja, Marissa.
Je moet gewoon een keuze maken. Of je rolt mee, of je rolt niet mee. Niet de hele tijd gaan wisselen van ik rol mee en dan zeggen ik rol niet meer mee. Het is een lifestyle. Gewoon één keer zeggen ik rol mee en dan niet van gedachten veranderen. Kwets je alleen maar iedereen mee. Kwets je alleen maar alle rollers mee. Dat is altijd nog weer jammer. Ik kan hier dus gewoon niet bij, hè. Ik kan hier dus gewoon niet bij. Zie, weer drie kijkers zijn weg. Het zijn weer drie minder wilbro's. Het zijn geen diehards in mijn ogen. Het zijn geen diehards. Het zijn geen goede... Kom op, mensen. Gun wat liefde. Gun wat liefde aan Kingdom Hearts. Gun het. Wees ze gunnen. Er is altijd een bepaalde groep die bij Kingdom Hearts blijft hangen. Want ik krijg er toch best wel veel vraag naar. Maar er zijn altijd een hoop kijkers die zoiets hebben. Ze van, nee, ik vind het niet leuk. Dan gaan ze weg. Altijd weer jammer. Word dan maar boos, want mijn moeder wil dat ik afval. Dan moet ik een hartig woordje praten met je moeder. Je bent een roller. Het is een dedication. Ik ben niet boos op jou, Marissa. Ik ben niet boos op jou. Ik ben boos op je moeder. Het is niet jouw schuld, Marissa, dat je niet meerolt. Ik ben niet boos op jou. En ik ben eigenlijk ook niet boos op je moeder. Ik ben teleurgesteld. Retweet Tessa, maar ik zag niet wat Tessa zei. Dat is dan wel weer jammer. Waar moest ik nu ook weer heen? Het was hier ergens iets waar ik heen kom. Oh, hier. Ja, het zijn altijd weer van die sneaky dingen. Laat die moeder praten, ze hoort bij mij. Wow, wat? Kijk, deze move vind ik zo cool. Hij kost wel magic, maar weet je... Het zorgt ervoor dat alles zoveel sneller gaat. Het is zo'n ziek goede sterke move. Ik vraag me af of ik in dit uurtje deze wereld afkrijg. Vast wel. Ik moet het wel afkrijgen. En dan hebben we de... Volgens mij heb ik ook nog de kleine zeemermin wereld. Volgens mij heb ik alleen nog maar de kleine zeemermin wereld. De Peter Pan wereld. En de Pinocchio wereld. En dan ben ik volgens mij klaar. Oh ja, ik moet alle enemies fucking verslaan. En dan moet ik fucking shit doen. Discord is eigenlijk wel leuk. Ja, Discord is inderdaad wel leuk. Oh shit, ik moet mijn health echt beter in de gaten houden. Dit komt echt niet goed anders. Anders komt het echt niet goed, man. Kijk eens hoeveel mensen te pussy zijn. Om te blijven kijken. Ik weet dat het eng is, Nightmare Before Christmas. Kijk hoeveel mensen het gewoon niet... Donald Duck! Piece of shit! Blijf nou eens leven, verdomme. Oh ja, wat ik wil zeggen is... Voor de mensen die verplant zijn om te kijken tot het einde... Omdat dit zo leuk is... Zeg hashtag Wilbro. Dan ben je wel laten zien dat je een diehard bent. Maak een fanmail, postbus. Ja, dat lijkt me wel stof om een keer te doen eigenlijk. Goofy is ook dood, maar weet je... Oh shit! Ik zat niet op te letten. Scheiße! Kijk, allemaal wilbro's hebben er lekker zin in. Ik zie het. Oh, er zijn ook weer een paar bijgekomen. Hashtag ik wil wat. Wat wil je, Jasmina? Wil je eten? Kijk, hoppakee. Eten is B. Wat? Come on. Oké. Oh ja, volgens mij. God damn it, waarom blijven ze spawnen? Ik kan dan niks doen meer. Als Willem zegt, ik wil altijd eten. Dat snap ik wel. Ik wil ook altijd eten. Lekker rollen. Oh, kom op! Kap met spawnen, alsjeblieft zeg. Oh, ik zie niks. Kap met spawnen. Ik vind het niet leuk, maar nee. Jullie maken Donald dood. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Dat is het enige wat ik leuk vind aan wat ze doen. Dat ze Donald Duck dood maken. Dat ze Donald Duck dood maken is nog terecht. Hij verdient niet te leven in deze wereld. Niet in deze wereld meer.
Ik wil ook tacos eten. Ik wil, en Marel zegt ik wil ook altijd eten. Oh shit. Ja, snap ik. Snap ik, man. Altijd eten is beter. Kappen, 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 kappen. Oh, nee, 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 nee. Oh shit. Oh ja, waar is dit ook weer voor? Oh. Nu. Ja, verdomme. Nee. Ah, dit bedoel ik dus. Dit is zo vervelend. Dit is het enige wat ik vervelend vind aan Kingdom Hearts. Like, ik wil hierin, maar dat kan niet. Omdat deze dingen er zijn. Maar ik wil helemaal niet dat die dingen er zijn. Kun je gewoon alsjeblieft verdwijnen? Thanks. Oh my god. Oh. Dit is het enige wat ik jammer vind. Iedere keer als je naar een area gaat, dan ontspannen alle monsters weer terug. Maar ik wil hier oprecht gewoon weg. Maar dat kan nu dus niet. Nee, zie, dat kan nu dus niet, omdat er meteen monsters spawnen. Maar ik heb een fout gemaakt. Ik ging per ongeluk. Laat me... Oh. Rot nou op! Ga weg! Ga weg of zo! Alsjeblieft, word blauw. Oh, thank god. Oh. Thank god. Maar nu moet ik... Nu moet ik alle enemies hier weer gaan verslaan. Want die spawnen natuurlijk ook weer terug. Kijk, hoppakee, he. Speel Human Fall Flat. Daar maak ik video's van. Sterker nog, ik heb Sony Vegas nog openstaan waarin ik die video edit. Hij zegt McDonald's burgers zijn beter. Nou, ja, weet je, KFC is lekker, maar de burgers van McDonald's, sure. Ik snap waar je vandaan komt. Is Wander je broer? Nee. Nee. Dat is hij niet. Nee! Oh shit, sorry. Ik wil het. Ben jij fan van FC Twente? Nee, ik volg geen sport. Ik volg echt geen sport. Om heel eerlijk te zijn. Ik snap sport niet. Ik snap het niet. Maar misschien is het op dezelfde manier dat mensen niet snappen waarom een spelletje spelen leuk of zo. Ik weet niet. Ik snap zeg maar het nut niet in, bijvoorbeeld als ik voetbal neem. Wat er nou zo spannend is aan, om te zien, om toe te kijken hoe een aantal mensen achter een bal aanrennen. En hem vervolgens wegschieten. Like, ik weet niet. Het spreekt me gewoon niet aan. Ik heb... Of schaatsen. Wie zijn ouders kijken er altijd naar schaatsen? Een beetje toekijken hoe mensen een rondje aan het schaatsen zijn. Nou, spannend. Ik hou het niet meer droog hoor. Ik hou het niet meer droog. Bepaalde sporten, of Formule 1. Weet je, anders is van, oh, je kijkt nou mensen een rondje aan het rijden zijn. Wow, leuk. Rondje aan het rijden zijn ze. Zie hoe ze een rondje aan het maken zijn. Zag je hoe dit rondje iets beter was dan het vorige rondje? Vond je spannend? Spannend rondje. En wielrennen, ja, dat is dat ook. Echt hoor, gewoon, oh, ze zijn een beetje een rondje aan het... rennen of zo. En dan kijk je nou hoe ze fucking 100 kilometer of zo aan het afleggen zijn. Echt hoor. Ja, weet je wel, ik had vroeger, dan was ik dan beneden, was ik cartoons aan het kijken. En dan was het gewoon in de middag en dan had ik het vet leuk. En dan gingen mijn ouders van, wij gaan die schaatsen kijken. En ik zei van, tief toch op met je schaatsen. Oh, dit stuk is zo kut. Dit stuk is zo kut, want ik kan naar beneden vallen. Maar kijk, overal wat ik doe, vlieg ik. Kijk, hier, nu, als ik nu door blijf hakken, dan was ik naar beneden gevallen. Kijk, ik haat dit stuk. Ik haat dit. Net zoals... Nou, ik weet niet. Wat ik nu zeg, moet je niet zo zien dat ik... Like, Nee! Oh! Je moet het nu niet zo zien dat ik je sport belachelijk maak. En dat soort shit. Like, als je het leuk vindt om een sport te kijken, prima. Maar serieus... Bij geen enkele sport snap ik nou waarom het leuk is om naar te kijken. Bij geen enkele sport. Dus nee, ik volg de hele sportwereld niet. Voor de langste tijd wist ik niet eens wie Max Verstappen is. Maar dat vind ik hypocriet. Want ik durf je eens te zweren. Dat voordat die gast iets had gewonnen of wat dan ook. Whatever the fuck het ook alweer was. Dan voordat hij iets deed, wist waarschijnlijk niemand wie de fuck het was. En dan gaat iedereen opeens daarna Formule 1 kijken. Toen hij had gewonnen. En dan gaan ze opeens... Ah, Max Verstappen, ah. En dan vragen ze van, yo, maar waarom ben je voor hem dan? Omdat hij Nederland is. En ik zeg van, ja, boeien. What the fuck maakt het uit?
Echt waar. Sommige mensen worden boos omdat ik met wereldkampioenschap voetballen dat ik niet kijk. Zeggen ze, ja, wel een beetje trots zijn. En dan denk ik ze van, waarom zou ik? Ik fucking voetbal. Waarom zou ik naar kijken? Kansloos. Het grappigste was het jaar van het wereldkampioenschap voetbal. Nadat we tweede waren geworden van de hele wereld. Maar dat we verloren tegen Spanje. Ik zei serieus. De eerstvolgende wereldkampioenschap zei ik nog van, dat gaan ze niet winnen. We gaan fucking snel uitliggen. En dan zei ze, nou, waarom zo negatief? Ik zei, nou, dat is logisch. Vorige keer waren we tweede. Dus dan gaat iedereen vet cocky doen. En dat zag je. Op reclames was het allemaal. Oh, dit keer gaan we Spanje verslaan. Oh, dit keer zijn we vet goed. Oh, dit keer laten we iedereen winnen. Oh, dit keer maken we iedereen in. En wat gebeurde er? We verloren dik. Echt dik gewoon. En ik had niet eens gekeken, maar ik hoorde het. Dan krijg je als je cocky gaat doen, omdat je denkt, oh ja, vorig jaar waren we fucking tweede. Nu moeten we dan in de pocket. Nee. En iedereen ging zeggen van, dat ik kut deed en zo. Maar wie had er uiteindelijk gelijk? Ik heb altijd gelijk met dat soort dingen. Want ik ben gewoon een hele cynische jongen als het op sport aankomt. Echt, degene die over sport is begonnen, voel je schuldig. Want ik kan dan meestal niet stoppen met ranten over hoe ik sport niet snap. Ik snap ook niet waarom mensen die sporten zo fucking veel geld verdienen. Dat gaat echt helemaal nergens over. Gaat helemaal nergens over. Oh shit. En dan kunnen mensen sommigen wel zeggen van, oh ja, maar met sommige YouTubers verdienen ook fucking veel geld en shit. En dan heb ik zoiets van, ja, dat is wel waar. Maar ik zeg niet dat ik dat vind. Laat ik zo zeggen, ik vind het, de YouTubers die verdienen bijvoorbeeld niet like fucking 80 miljoen of zo, weet ik veel. Voor één iets of zo, voor één klein iets. En voetballers wel, denk ik. Waarom? 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 Nee! Nee! Oh. Nee. Doei Goofy. Goofy is naar beneden gevallen. Rip. Roland zegt, je hebt niet eens gelijk. Jawel. Ik had wel gelijk, want ze verloren toen dik. Nederland verloor toen dik. En iedereen zei nee, dit jaar winnen we. Ik zei nee. Ik weet zeker dat we fucking slecht gaan doen. En dat we er fucking snel uit liggen. Allemaal oranje gaan kleden ook. Fucking bullshit. Kom dan, ik ga niet daarheen komen. Nee, nee, nee. Dit is zo kut. Dit is zo kut. Oké, got it. Got him. Dus echt serieus. Ik ben er heel eerlijk van. Jij zit op sport bij Fit and Fun. Dat is waar, maar dat is anders. Dat is niet een sport. Ik weet niet. Weet je, ik heb wel zoiets en daar ga ik eerlijk in zijn. Ik heb ook al rant ik er nu al over hoe kansloos ik sport vind. En dat ik het niet leuk vind om naar te kijken. Ik zal eerlijk zijn, ik vind het wel knap dat sommige mensen zo goed in sport kunnen zijn. Laat ik daar eerlijk over zijn. Het is wel knap, want ik kan het zelf niet. En ja, het is wel, het hoort bij het leven, hè. Het hoort erbij. Dat is wel een deel. Oh, dit is zo kut trouwens, want deze drie mannetjes, die gaan, oh, ik heb gewonnen. Ze gaan na een tijdje, worden ze weer levend, zeg maar. Dus dan, Donald is ook dood. Welke wereld is dit, vraagt Puggy. Dit is A Nightmare Before Christmas. Oogie Boogie! Oh nee, Oogie Boogie zei dat ze slecht moesten zijn. Ah, fuck. Maar wat is er nog één ding over sport nog? Like, als je sport leuk vindt, wees niet triggerd dat ik dit allemaal zei. Het is allemaal goed hoor. Ik vind mensen die sport leuk vinden niet minder, behalve hooligans. Ja, nee, volgende rant. Hooligans. Ik snap het niet. Ik snap het oprecht gewoon niet. Ik snap niet dat je dan, weet ik veel, ik noem maar wat. Ajax tegen Feyenoord, weet je wel. En dan is het in, weet ik veel, Amsterdam. En dan gaan ze daarheen. En dan verliest, dan verliest Feyenoord. En dan gaan al die Feyenoord supporters, die gaan dan fucking alles kapot maken in Amsterdam. En dan denk ik, wat lost het op? Het is een spel. Come the fuck on. Wat hebben de mensen die in Amsterdam wonen gedaan? Dat is zo kansloos.
zo kansloos. Denk ik, wat denk je nou echt dat iedereen in fucking Amsterdam voetbal kijkt? Nee! Het zijn ook mensen die wonen gewoon en dan ga je hun shit slopen omdat je voetbalteam verloren heeft. Ik heb een theorie dat dat soort mensen gewoon nog niet helemaal ontwikkeld zijn, zeg maar. Mentaal, zeg maar. Weten jullie wel de evolutietheorie? Mensen waren best wel vroeger apen. Dat is apengedrag, weet je wel. Dat zijn mensen die zijn gewoon nog niet helemaal... daar is de evolutie bij gestopt, zeg maar. Dat is niet verder gegaan. Volgens mij moest ik hierin, dacht ik. Of moest ik nou eens naar beneden? Moest ik hierin? Nee! Het is oprecht gewoon stom. Het is echt gewoon dat soort mensen. Weet je wel, apen die gaan er altijd zo van... Hoek, 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 hoek. Oh, jij gaat meen doen? Ik maak kapot. Ik maak dingen van jou kapot. Hoek, hoek, haha. Weet je wel, en dat zijn voetbal... Dat zijn van die voetbal dingen. Weet je wel, die gaan dingen kapot maken. Dat zijn hele primitieve wezens. Het zijn mensen die nog niet zo ver geëvolueerd zijn, zeg maar. Weet je wel, als ik fan zou zijn van voetbal, zou ik op zijn minst denken, ah, nou, weet je wel, jammer, kut. Helaas, volgende keer beter. Alleen, die mensen gaan serieus mensen in elkaar slaan, steken, politie in elkaar slaan, dingen van mensen kapot maken in Amsterdam. Het is zelfs zo dat als je blijkbaar met een Feyenoord shirt in Amsterdam een beetje in elkaar geslagen hebt, dan denk ik, kom op, man. Dat zou hetzelfde zijn als, zeg maar... Ik in een livestream ga ik bijvoorbeeld, weet ik veel, tegen Joost of tegen Link ga ik daar tegen strijden. En ik verlies. En dan gaan opeens al mijn kijkers gaan opeens allemaal shit kapot maken in Rotterdam. En dan gaan ze mensen neersteken opeens en dingen kapot maken. Ah, Willem verloren, fucking kudde! Dat denk je ook, jongens. En het ergste is... Mensen die gaan zeggen, die zijn voor het team, maar ze kennen die voetballers niet eens persoonlijk. Ze kennen die niet eens. Het is gewoon puur, waar baseer je het op dat iemand een coole dude is? Je weet niet eens wie, het is gewoon een voetballer. Maar goed, dat was mijn rant. Oh shit, nu, oh god, oh god. Well then, nu ben ik weer... Helemaal beneden. En moet ik weer helemaal naar boven klimmen. Geweldig. Dit vind ik dus zo kut aan deze wereld. Dit is oprecht zo kut. Want je hebt dan een vet korte brug. En dan komen de enemies die vliegen. En Sora die fucking vliegt er automatisch heen. All over the place. En dan is ze van... Oh ja, whoops. Als je valt moet je weer helemaal naar boven. Wat speel je? Ik speel Kingdom Hearts. En we zijn in de wereld A Nightmare Before Christmas. Ik ben aan het rant. Ik ben wel klaar. Speel maar. Mensen! Als het nu even niet duidelijk is. Ik plan in wat ik speel in een livestream. En dat heb ik voorbereid. Je kan niet zeggen: speel dit! Oké, speel het! Speel het! Anders steek ik je neer! Nee. Nee, dat wordt hem niet. Dat wordt hem niet. Er staat in mijn lijst dat ik livestream. Staat je game er niet tussen, dan ga ik het ook niet spelen. Kokjes zijn met Wilbert. Als je Wilbert toch vindt, doe dan Wilbert. Wat? Wat? Ik heb dat helemaal gemist. Ik heb last van mijn nek, omdat ik de hele tijd die andere kant op moet kijken. Oh, ik heb dit heb ik gedaan. Dit heb ik gedaan. Oké, cool. Het was goed dat ik naar beneden was gevallen. Het was denk ik achteraf sneller. Het was achteraf sneller. Anders had ik alleen maar meer gênante shit gedaan. Waar is nog een enemy dan? Dat zal wel. Oh, daar. Spookje. Spookje. Nee! Fucking hell. Ik ga even huiswerk overschrijven. Overschrijven of maken? Gaat echt zo... Ik bedoel maken. Ik bedoel huiswerk maken. Waar moest ik ook weer heen? Moest ik hierheen? Nee. Nu kom ik straks weer bij de Evil Playroom, volgens mij. Ja, hier is de Evil Playroom dan. Ja, hier is dan de Evil Playroom. Ik moet
even kijken waar ook weer Oogie Boogie's hideout was. Want die was niet hier. Niet hier. Ik had het gevoel dat ik er ergens op een of andere manier zou komen. Goh, logisch. Hey, yo, welkom. Moest ik toch helemaal beneden zijn? Ik weet niet meer waar ik moest zijn. Zie, nu kan ik bijvoorbeeld deze kist niet openen omdat er enemies zijn. Maar als ik die enemy daar ga slaan, dan val ik gewoon naar beneden. Dus dat vind ik dan weer eigenlijk een slechte design choice. Van de mensen van Kingdom Hearts eigenlijk, want het is gewoon... Dat kan niet. Dat heeft geen zin. Of moet ik hierin? Nee, blijkbaar niet. Ik weet niet eens wat voor nut het daar was. Ik ben eventjes de draad kwijt, maar het is al bijna tijd. Ik wil nog wel deze wereld eventjes afmaken. Ik weet nog wel dat op een... ik weet het alweer. 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 Het was... Hier ergens. Lekker duidelijk. Of moest ik nou eerst weer terug? Nee toch? Ik moest toch gewoon... hier. Ja, nee, hier was iets. Torture Chamber, dat was hem. Die moest ik hebben. Gevonden. Waarom is school zo vermoeiend? Ja, weet je, het hoort erbij. Roodfight zegt, ik haat livestreams. Waarom nog weer zo'n haat? Waarom? Ja, maar die van Wilbert zijn leuk. Inderdaad! Die van mij zijn leuker dan alle andere YouTubers, want ik communiceer heel veel met kijkers. Hij zegt, school is stom, maar hey, op school leer je wel veel, behalve sommige dingen die je wel moet weten van het leven eigenlijk. Ik ben weird, nee. Ben je niet, Marissa, sorry. Sorry, je bent niet weird. Speel de volgende screen Minecraft. Fucking Minecraft. Nobody disrespects me! Nobody! Chanel zegt haat, bakken met haat. Ik ben nog lang niet uit. Oh shit! Oeps. Oh ja. Kijk eens wie er al dood is, jongens. Het is Donald fucking Duck. Waar staat hij ook alweer? Hier. Hier. Oh fuck, hij staat hier. Nee! Dit is zo vervelend, want ik wil hem dus targeten. Maar dat kan dus niet altijd. Maar ik wil wel... Kutzooi, laat me je even targeten! Target system is zo vervelend! Ik wil niet deze monsters targeten, want het heeft geen zin. Kijk, waarom gaan sommigen zo hoog vliegen dat je er niet bij kan? Eerlijk waar. Het is soms zo stom. Zo. Yay. Ah, kutzooi. Ja, ik weet alweer hoe het werkt. Hij gaat draaien. En dan moet ik bij hem. Dus dat moet ik in de gaten houden. Daarom wil ik hem de hele tijd targeten. Is dat hij doet dan iets, zoals dit bijvoorbeeld. En dan moet ik hem gaan... als hij klaar is met zijn ding, dus of de spannen enemies, of hij doet dit. Dan... Oh, kut, sorry. Zoals dit bijvoorbeeld. Dit is ook een ding dat hij doet. Als dit klaar is, dan gaat het ding omhoog en dan kan ik hem slaan. Maar ik moet wel bijhouden waar hij gaat staan. Dus hij gaat nu... Oh. Hij gaat nu... Hier staan. Kijk, dan kan hij ook niet meer verder lopen. Oh, shit. Sup, bitch. Voel mijn pijn. Voel mijn wraak. Voel Wilbo's wraak. Oké, even healen. Hey, Donald. Je leeft weer. Thanks, bro. Maar daarom wilde ik hem dus targeten net de hele tijd. Want anders dan kan ik niet zien waar hij is. En nu wel. Kijk even wat hij gaat gooien. Hij gooit alleen maar vier. Oh, kutzooi. Ja, we gaan touwtjes springen, jongens. Alleen dan zonder touw, maar met een mes. Het is wel weer... Het is net iets anders eigenlijk. Maar toch wel weer... Het is anders, maar toch hetzelfde.
Komt u maar. Hallo. Oh, kut zo, nu kan ik er niet bij. Ik kan er net niet bij. Het is stom. Dit was heel dom voor mij. Ik kan er net niet bij. Oh, ik heb tenminste... Hij heeft nog maar één health bar, jongens. We hebben bijna weer een boss. Dit was heel kansloos. Dit was echt heel kansloos. Hilbert is te klein. Ik ben niet te klein. Sora is te klein. Hij is 14. Wat verwacht je? Alleen maar Dries. Kom maar op, Beriberi. Oh, nu moet ik al deze enemies gaan verslaan. Nee! Hier, oh fucking hell. Oh fucking hell. Nu moet ik wel target op iets anders. Anders kan ik ze niet afmaken. Anders ga ik automatisch naar hem. Oh shit, sorry. Dit gaat dit. Nee! Auw! Even kijken waar die heen gaat. Perfect! Ik kom eraan. Auw. Ik kom eraan. Kijk. Wat dacht je? Wat? Waarom zo kort? Waarom mocht ik zo kort? Ik mocht er maar één keer slaan of zo. Wat is dat nou weer voor bullshit? Oh shit. Okay. Oh boy. Oh, dit is kut. Oh, dit is kut. Oeh, dit is kut. Oeh, dit is kut. Oké, wat ga ik doen? Oké. Ik moet zorgen dat hij hier blijft weer. Want dat is mooi. Ik had hem eens een keer serieus in twee setjes had ik hem af. Nee! Nee, kappen! Spam! 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 Oké. Okay. We gaan lekker, jongens. We gaan lekker. Lau, heb je na de team nog tijd om lekker te babbelen? Moet ik jullie weer even in privé slepen, Jasmilla? Ik denk dat dat wel handig is, als jullie dat willen. Kut, sorry. Oh, kut. Oh, nee, ik moet ook opletten. Ik moet zo ontzettend goed opletten. Nee. Auw. Nee. Als hij... Auw, kom op. Explosieven doen zo... Kom op. Zie, ik kan er gewoon niet bij. Dit is toch lullig? Wat is het nou voor gameontwerp dan? Ik kan er gewoon simpelweg niet bij. Wat willen ze dan dat ik doe? Oké, waar de fuck is die persoon? Oké, cool. We komen eraan. Ik kom eraan, schatje. Ik kom je lekker in elkaar slaan. Ik kom je lekker in elkaar slaan. Oké, nog één keer, jongens. Dan hebben we hem. Kom ik je lekker in elkaar slaan weer. Wat ben je toch ook aardig? Ik weet het. Ik ben aardig. Ik ben heel aardig. Almost, ja jongens, we zijn er bijna. Ik kan alleen niet zo goed op Donald Duck rekenen natuurlijk, hè. Maar wat is nieuw? Wat is nieuw in Kingdom Hearts? Wat is nieuw? Fucking Donald. Waarom? Waarom ben je nou niet gewoon eens beter? Wat ga je doen? Oh shit. Oh shit. Hij krijgt er weer health bij. Blijf maar rennen, blijf maar rennen, blijf maar rennen. Nee! Haha! Bitch. Hé, hey, Scotty. Hé, hey, we komen hier in elkaar slaan. Kom even lekker. Kom op, kom op, kom op. Kom op. Oh! See ya. Yes! Woo! Die was mooi. Die was mooi. Donald, mijn beste vriend. Nee, Donald sucks. Oh, dat was de boss van deze wereld, jongens. Dat was de boss van deze wereld. Ha, GG in de chat. GG in de chat. GG in de chat. GG in de chat. Yes, lekker.
lager. En ik krijg allemaal leuke items. En dat was dan als het goed is deze wereld. Dat was als het goed is deze wereld. Komen er nog meetings aan of niet momenteel? Ik heb geen idee. Larissa zegt hashtag wil het omdat je leuk, cool, lief en leuk en aardig bent. Dankjewel, ik probeer zo lief mogelijk te zijn van de kuit natuurlijk. Oh ja, dit was ook een ding. Hij werd eventjes een boss, maar dit was niet echt een boss. Dit was niet echt een boss. Ik weet alweer wat dit was, ja. Dit was gewoon frustrerend en irritant. Dat was wat dit was. Ik moet nu Oogie Boogie beklimmen. Kijk met die vlammen. En de zie, dit bedoel ik. Dit is zo awkward. Platforming is zo awkward in deze game. Niet normaal. Niet doodgaan. Sora, alsjeblieft, niet doodgaan. Even healen. Oké, nu zijn we hier. We moeten alle spots vinden. Alle puistjes moeten we van hem afhalen. Oké, yes, ik ben weer los. Oh, nee! Dit is zo... De platforming daar... Oh, ik zag er hierheen. Bijna neer, Is dit ook op de Switch? Was dat maar of zo. Was het maar op de Switch. Dat zou cool zijn. Dat zou cool zijn geweest. Ik zou het oprecht heel dope vinden als het een Switch was. Het vervelende is, hij schiet ondertussen ook fucking vuur op je. Dat is wat zo vervelend is hieraan. En dan heb je ook nog deze fuckers die zich ermee gaan bemoeien. Fucking irritant is, en dan kun je weer helemaal naar beneden vallen. Dan moet je weer helemaal opnieuw. Het is allemaal frustrerend en niemand, het is heel awkward ook vooral. Donald heeft me geheeld voordat hij dood ging! Wow! Donald, je bent nu iets minder. Yep, dat is zojuist gebeurd, dames en heren. Dat is zojuist gebeurd. Ik ga nu de andere kant langs, fuck it. Ik weet zeker namelijk Kingdom Hearts kennende dat. Oh nee, hier, daar kom ik juist vandaan. Inderdaad, sneller. Fuck you, Donald. Oh, fuck. Waarom kom ik hier niet tussen? Dat is zo bullshit. Het is zo bullshit. Eerlijk waar. Dit hele platformgedoe is de grootste bullshit van de wereld. Stoppen. Kappen. Zie je niet dat ik bezig ben? Zie je niet met je hoofd dat ik probeer iets heel fucking simpels probeer? Kan ik hier ook opspringen? Ja, ik kan niet opspringen. Kijk, en dan is er hier ook van zo'n fucking kut ding. Oogie boogie boogie. Nu ben ik heel dicht bij Oogie Boogie's hoofd. Nee. Laat me met rust. Ik negeer jullie. Want ik wil gewoon dat dit voorbij is. Oké, waar is er nog een? Fuck! Waarom wil de camera niet draaien? Oh god, dit is zo awkward. Kappen! Laat me even met rust. Daar is er een. Ik zie er een. Er is er hieronder eentje. Er is er hieronder. Er is er hieronder. Dit is zo raar, dit stuk. Dit stuk is gewoon raar. Zeg, volgens mij is dit de laatste. Zeg alsjeblieft dat dit de laatste is. Oh gosh. Hallo Wilbert, hallo Ivan.
Oké, hier is er niet nog één. Sadly, hier ben ik al geweest. Dit is precies dat plekje van net. Moet er hier nog ergens eentje verstopt die pop te zitten hoor. Moet ik op hem lopen of zo? Zit er ergens op hem nog eentje? Hallo? Hallo? Oh gosh. Is er hier nog ergens één? Auw. 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 Ik moet even kijken waar nog meer eentje is. Waar zit nog meer een op hem? Er zit er waarschijnlijk eentje nog heel goed verstopt, die Poppy. Ze kunnen volgens mij niet binnen zitten, dacht ik. Maar je zou zeggen dat er nog eentje ergens moet zijn. Er moet nog eentje ergens zijn die dan heel goed verstopt is. En als het niet zo is, dan, ja, dan sta ik voor lul. Maar dan moet er hier nog ergens eentje zijn. Het moet gewoon. Kan niet anders. Ah! 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 Kappen! For fuck's sake, kappen! Ik probeer naar boven te klimmen. Dat is zo fucking irritant. Laat me klimmen. Het heeft namelijk... je zou kunnen zeggen van... Hey Wilbert, waarom maak je ze niet dood? Heeft geen zin. Ze spannen terug. Het heeft oprecht geen zin om ze dood te maken. Het is verspilde moeite om ze dood te maken. Waar is er nog eentje? Ik weet zeker dat ik ze allemaal heb gehad. Bijna. Allemaal, in ieder geval. Na mijn rondje over 10 minuten. Oh shit, heb ik nog maar 10 minuten om... ik heb nog 10 minuten om deze boss af te maken. Oh fuck. Sowieso deze team gaat uitlopen. Nou, ik weet ook weer niet, want ik weet zeker dat... ik gewoon iets mis. Iets heel kleins. Iets heel lulligs vooral, denk ik. Dus ik weet zeker dat ik het bijna gehaald heb. Ik weet het zeker. Maar weet je wat ook is? Deze camera is zo vervelend. Want ik kan gewoon niet de camera zo draaien dat ik echt zoiets heb van... Ja, dit moet ik nog. Maar ik dacht dat als ik alles had... Dat ik hem dan had verslagen. Zit er hieronder nog één? Nee. Maar waar is er nu dan nog één? Ik weet oprecht niet waar nu nog één is. Zie ik. Ah. Waar is nu nog één? Auw. Ik kan er niet nog één vinden op zijn minst. Wat moet ik doen? Ik kan hier... Oh, die lantaarn. Kom even weer naar boven. Auw! Ja, oké. Okay, ja, die... Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Ik weet wat ik moet doen, jongens. Ik moet ook die lantaarn natuurlijk uitschakelen. Maar gaat die lantaarn steeds naar boven en naar onder en naar boven en naar onder en naar boven en naar onder doen? Dus dat is fucking bullshit. Dus dat wordt leuk. Dat wordt een feest. Maar als ik dat heb gedaan, dan komt het namenrondje, oké? Okay? Ik weet zeker dat ik ietsjes zal uitlopen, dus. Maar niet al te veel. Maar ik wil dit afmaken. Ik ga niet midden in de bos stoppen. Hey Donald. Zie, nu is de lantaarn dus fucking daar. Je zou zeggen dat Blizzard echt fucking hard helpt. Fuck! Oh, Jesus. Niet iets targeten. En nu moet ik weer helemaal omlopen naar boven. Dit is echt het raarste gedeelte van de hele boss. Like, zo onnodig is het. Zo bullshit. Maar het is niet zo... Er komt nog een hele moeilijke boss aan. En ik heb... Zie, nu moet ik weer naar beneden springen waarschijnlijk. Om dat ding te kunnen... Aanvallen. Auw! Kut. Oké, ik heb hem bijna. Ik heb hem bijna, jongens. Ik heb hem bijna. Nu moet ik even healen voordat ik dood ga. Maar ik heb hem bijna. Jasmina zegt... Dit is Kingdom Hearts. Inderdaad. Goed zo, Jasmina. Lekker bezig.
Sorry dat ik wat minder op de chat heb gelet dit laatste stukje. Maar ik probeer echt even dit zo snel mogelijk af te ronden voor jullie. Want ik snap dat dit stuk niet leuk is om uit te kijken. Heel begrijpelijk. Doe maar weer naar boven. Auw. Oké. Nog steeds niet? Wat moet ik dan nog meer uitschakelen? Ik heb zijn lantaarnding uitgeschakeld. Wat moet ik nog meer? Zijn hoofd? Natuurlijk moet ik zijn hoofd nog. Godsamme. Oké, zijn lantaarn is down. Daar hebben we in ieder geval geen last meer van. Auw. Gaat hij me nu gewoon slaan? Wat een bitch. Oh, dit is natuurlijk ook nog één. Kappen. Kutzooi. Oh nee, jongens, kappen. Oh nee! Oh! Fucking hell. Dat was het laatste wat ik nog moet doen. En ik vind deze boss gewoon niet leuk. Niet omdat hij moeilijk is, maar omdat het gaat helemaal nergens over. Kijk dan, wat een bullshit is dit gedoe. Wat een bullshit. Dit hele gedoe gaat echt helemaal nergens over. Gaat helemaal nergens over. Het is kansloos, het is stom, het is kut. Het is gewoon niet leuk. Het is geen leuke boss. Het is gewoon geen leuke boss. Later heb je een hele moeilijke boss. In de kleine zeemeerwereld. Die is moeilijk, maar die is leuk. Die is kut op de leuke manier. Deze boss is fucking frustrerend. Omdat hij gewoon nergens over gaat. Wat moet ik doen? Oh, je moet er gewoon klimmen. Wat fucking kut werkt in het spel. Maar goed, weet je. Je moet wel platformen. Ook al gaat... Springen en klimmen is heel kut in dit spel. Maar weet je, je moet het doen. Laten we daar een hele boss over maken. De combat en de story van het spel is zo sterk. Wie bedenkt het dat het leuk is om... Oh, ja, trouwens, als je helemaal naar beneden valt, dan moet je helemaal weer naar boven lopen. Leuk. Zie je de entertainment van mijn Afstra? Ik dacht echt, dit ga ik nog... Het maakt me nu ook gewoon geen flikker uit dat mijn stream uitloopt, hoor. Echt gewoon niet. Ik heb zoiets van fucking hell. Ik ga niet deze eindigen met nog een livestream. Want ik in deze wereld ben. Nee. Ik sta het niet toe. Ik sta het gewoon niet toe. Oh my god. Zagen jullie dat? Dat noem je toch geen game? Dus dan heb je toch wel... Oh my god. Spant er eentje. Ik kom niet eens hierop. Ik kom niet eens hierop. Dat is gewoon zielig. Dat is oprecht gewoon sneu. Dan merk je toch wel dat er iets niet goed werkt. God damn it. Eerlijk waar. Dankjewel, Donald, dat je me een klein beetje hield. In ieder geval. Klein beetje. Weet je wat ik nu gewoon ga doen? En ik hoop dat het slim is dat ik dit nu doe. Ik ga nu gewoon heel goed opletten. Maar nu kan ik dat ding nog niet eens kapot maken. Wat bullshit. Nee! Oh my god! Oh, het springen is zo vreselijk in deze game. Ik haat het. Ik haat het. Met een gebrande passie. Ik ben aan het lijden, jongens. Ik ben aan het lijden. Dit is gewoon niet leuk. Dit is gewoon niet leuk. En weet je hoe ik zeg dat Kingdom Hearts een leuke game is? Dit stuk is gewoon niet leuk. Het is gewoon... Ik heb geen plezier hieraan. Ik ga weer bijna dood. Omdat ik doodgespamd word door al die fucking monsters. Die niet weggaan. Want ze spannen oneindig. Dus doodmaken heeft geen zin. Want als je denkt... Oh, weet je wat? Ik maak er eentje dood. Dan heb ik er geen last van. Boom! Instantly is er eentje terug. Je hebt er echt helemaal geen fuck aan. Om ze niet... te gaan. Eerlijk waar. Volgens mij. Oh my God, als ik hem nu gehaald heb. Als dit het enige was wat ik nog moest doen.
Oh my god, ik was die gewoon vergeten. Yay, nog voor 9 uur. Mag ik een GG in de chat alsjeblieft? Oh my god, ik was gewoon die vergeten. Ik hoefde dus gewoon net niet dood te gaan. Wat ik net deed was gewoon niet nodig. Fucking hell. Yay! Kijk, en hier is dan de keyhole. En laten we die gaan lokken dan, dames en heren. Die gaan we lokken. Lekker op slot, zoals het hoort. Een sloten hoort op slot te zijn voor de privacy. En een sleutelgat als afsluiter. Attained the power of stars. Learned the magic spell gravity. Als het goed is krijg ik hier de keyblade van, dacht ik. Sally, of moet die nog krijgen? Why didn't I listen to you? Don't feel bad, Jack. We'll come up with a plan for Halloween. Hoe heet het monster, de eindbaas? Van deze game of van deze wereld? Van deze wereld was Oogie Boogie. Yes, Pumpkinhead. Dankjewel. Ze cancelen Halloween in Nightmare Before Christmas. Weet je wat leuk is? Deze zit ook in Kingdom Hearts. Kijk, deze is cool. Heb ik ook iets beters trouwens? Ja, deze is beter. Ik wil mijn strength nu eigenlijk hoger, maar dat zit er niet in. Oh, jawel. Deze, Brave Warrior. Maar volgens mij... Nou, laat maar. Tech Boost. Hurricane Blast. Guard of... Ik ga eerst voor Guard. Die is het handigst at the moment. Wat zegt hij? Oké, ik kan gewoon weggaan nu. Oké, woe! Jongens. Dat was Nightmare Before Christmas. Maar ik wil dus ik zei al, de stream loopt eventjes uit. Want ik wil jullie wel even hypen voor de volgende wereld. Want dit was niet de game. Dit was niet de game. Ik weet niet of het de volgende wereld is. Maar ik ga in ieder geval eerst even opslaan. Wat voor level zijn we nu? Volgens mij zijn we... Level 31, dames en heren. Gummy ship. Nee jongens, na mijn rondje verplaats ik even. Rustig. En nu kan ik via deze kant. Naar die weer. Nou, ik ga al eerst naar die. Ik ga al eerst naar die. Je had Wilbert beloofd. Jongens, kijk in de beschrijving. Daar staat gewoon dat ik om 9 uur na mijn rondje doe. Dus als ik zeg ik ga eventjes iets doen nog voordat ik dat doe. Dan moet je er even geduld voor hebben. Doe de beste dad. Dat was de beste dad. De meest cringy dad. Oké, ik wilde je eigenlijk hypen voor de Little Mermaid, oftewel de kleine zeemeerwereld. Maar we gaan nu blijkbaar eerst deze wereld doen. Dus ik ga hier nu even opslaan. En dan gaan we die de volgende keer doen, of die ga ik offscreen doen. Want deze is niet zo heel erg leuk, maar whatever. We leren hier wel de high jump, dus dat is wel dope. Dus dat gaan we doen. Ik ga hier even opslaan. Zelfs we daar zijn. Dit is met Pinocchio en shit. Leuk. Pinocchio, inderdaad. Kijk, want hier is Geppetto. Geppetto. En we moeten Pinocchio zoeken in deze wereld. Maar dat is iets voor de volgende keer. Dus ik switch hem even terug naar deze chat. En dan... Oh shit, dan heb ik wel eerst even een muziekje nodig. Anders dan wordt het hem niet, jongens. Ik kan me niet concentreren zonder een muziekje. Volgens mij was 4 was wel leuk. Ja, deze is heel leuk. Drop nog niet je naam. Nog niet. Even geduld. Even geduld, jongens. Ik moet nog even dingen voorbereiden, zoals mijn
shit uitzetten. Ik weet dat ik dat na de stream kan doen. En ik hoor jullie ook al zeggen: waarom doe je dat dan niet na de stream? Doe ik nu. Omdat ik het nu wil doen. Oké, ik neem nog even een slokje drinken. En dan zet ik gewoon het houten huis in een walvis. Ja, Chanelle, dat is wat. Dat is ook in. Dat is. Het is geen huis, het is een boot. Als je Pinocchio hebt gezien, dan weet je het. Dat die boot is opgetrokken. Ik zet langzaam een mode even aan. Oké. Drop allemaal één keer je naam. Eén keer. Als je het niet één keer doet, word ik echt heel boos en ben ik teleurgesteld in je. Dus bedankt voor het kijken, Tim. Finn, Rosalie, Matthijs, Sil, Bo, Laura, Marissa, Jurre, Anouk, Frank, Stefano, Sil, Femke, Jaden, Angry, Bert, Bram, Emma, Davina, Pascal, Duncan, Adam, Chano, Lenny, Titan, Sam, Hendrik, Anissa, Lisa, Mark, Tigo, Sylvain, Lisa, Wolfis, Lorenzo, Elma. Gerben, Tibo, Nookie, Pookie, Oscar, Job, D-Mac, Nikita, Aukje, Joost, Jasmilla, natuurlijk, bedankt voor het kijken. Chanelle heet Stik Voorzichtig, ook een leuke naam. En Tessa. Wow, wat toevallig. De muziekje is afgelopen. Volgens mij heb ik Duffy, oftewel Sil, is natuurlijk ook. Keilan. Xian. Niels, Duncan. Devin zegt: de kijkers sinds het begin. Dat zijn de echte hard. Dat zijn de, jongens, we begonnen met 150 kijkers. En jullie zijn overgebleven. Dus jullie zijn bij deze de beste. Jullie hebben het overleefd. Jullie hebben mijn livestream overleefd. Gefeliciteerd. Als prijs krijgen jullie een schouderklopje voor jezelf. Gewoon even zo doen. Bedankt voor het kijken, Milan, Darius, als ik het goed uitspreek, ik weet niet, Deb, Digo, Jursen, Anouk, andere Anouk, Edson, YOLOBOY, YOLOBOY. Mooie naam. Oh ja, mensen, join Wilbert's Discord als je dat nog niet hebt gedaan. Oh ja, trouwens, dus over mijn Discord. Ik wil nog even het een en ander zeggen, namelijk. Moment, geef me even. Hi, ben jij nog niet lid van mijn Discord? Join dan, link staat in de beschrijving. En dan kun je met de coolste mensen chatten, zoals mij. En natuurlijk met Ronald, want hij zit er ook in. Dus HGP mensen, jullie zijn ook welkom, want wij zijn niet racistisch naar andere fanbases. Iedereen is welkom. Join mijn Discord, het is fucking vet. Ik kom soms ook in de voice chat gezellig met jullie praten. Het is hartstikke leuk. Het is gewoon gezellig en het laat zien hoe vet de Wilbro's zijn en waarom je trots moet zijn om een Wilbro te zijn. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren, want kom op, Wilbro's zijn cool, je wil erbij horen. Waarom zou je geen Wilbro willen zijn? Wij zijn cool. En natuurlijk laat ook een duimpje omhoog achter. En vergeet natuurlijk niet al mijn video's van komende week te checken, want morgen heb ik gewoon weer een leuke video klaarstaan voor jullie. Vrijdag is de finale van Silent Hill. En dan heb ik zaterdag weer een video. Oh ja, en hebben jullie nog suggesties voor wat ik moet doen voor Serie Vrijdag? Laat het me weten in de beschrijving, want dat zou ik heel erg waarderen. En als jullie je afvragen, waar blijft je Q&A die je zou doen? Die moet ik nog steeds maken, net als mijn 2018 doelen video. En het is al bijna februari! Dus dat is heel stom, maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar goed. Wat ga je eraan doen? Dus join mijn Discord, promote mijn kanaal overal. En laten we de Wilbro familie groter maken, want het is de coolste familie aller tijden. Zo, die kan nu wel weer weg, zo. Dat was even mooi, niet?
Dat was even niet mooi. Was dat niet even mooi? Ja, jij ging praten over Microsoft in call. Ja, precies. Microsoft was echt... Hè? Ik kom natuurlijk ook even op Twitter. Ik ga na deze livestream ga ik ook op Twitter natuurlijk even weer met jullie babbelen. Vind ik ook hartstikke leuk. Wat er ook nog aan zit te komen is dat ik heb nu dit. Te leen. En dit wordt straks mijn facecam in video's. Dus er komt een betere kwaliteit aan. Nog beter. Want ik heb het gevoel dat deze webcam, hij is goed. Maar door de belichting die ik gebruik, is het bij bepaalde kleding... Bijvoorbeeld als ik felle kleding draag, dan gaat mijn facecam, die gaat laggen. Omdat het zoveel overbelicht is dan, daardoor. Dus dat is fucking kut. Dus ik dacht, ik doe het nu met de camera. Waarom niet? Dus die ga ik binnenkort gebruiken als video's en facecam. En ik wil natuurlijk nog... Ik wil jullie... ik kom niet aan mijn woorden meer. Door die reclame van net, hè. Door die reclame van net. Het komt allemaal door die reclame die ik net heb gemaakt. Ik ben niet zo goed in reclame. Dus weet je wat ik doe om er weer bovenop te komen? Drink ik een lekker slokje van mijn Red Bull. Red Bull is geweldig. Het geeft je vleugels. Je wordt er lekker dik van. Dik genoeg om te gaan rollen. En dan rol je lekker mee met de Wilbro's. Wil jij meerollen met de Wilbro's? Zo'n blikje heb je bij jouw supermarkt voor €2,80. Is dat overpriced? Ja. Maar je moet natuurlijk wel een beetje wat voor over hebben om dik te worden, hè? Want je moet er iets voor over hebben. Je moet er iets voor over hebben. Maar dan heb je wat aan je vleugels, hoor ik dan vragen. Nee, dat is niet waar, maar het is wel lekker. Dus jongens, word dik, rol mee. En dan rollen we met z'n allen naar de KFC. Dus in ieder geval, ik wil je nog even bedanken. Het gaat echt helemaal nergens over weer. Dus in ieder geval, ik wil jullie nog even bedanken voor het kijken en bedankt voor al jullie support. Want jongens, mijn kanaal gaat beter dan ooit en dat komt door jullie. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, het blijft me verbazen dat mijn video's lopen zo goed. En dat komt puur doordat jullie hem zo goed delen, want YouTube die steunt mij niet meer. Maar jullie delen mijn video. Ik vind het ook fijn dat in mijn Discord... gooien jullie ook altijd linkjes, gewoon in mijn Discord... Hebben jullie gewoon zoiets van, weet je wat, we supporten Wilbo even. We droppen, als ik een nieuwe video upload, staat die in mijn Discord. En over mijn Discord gesproken. Zijn jullie al bij mijn Discord gejoined? Zo niet, join dan vandaag. Het is hartstikke gezellig. Ben je depressief of sad? Dan kun je gewoon terecht in mijn Discord. Want iedereen is er voor je. De Wilbro's zijn er voor elkaar. De Wilbro's zijn vet. Ik... Zorg ervoor dat er wat meer respect is voor elkaar op het internet. Want dat zijn de Wilbro's. Maar ja, dus bedankt voor het kijken. Ik waardeer jullie support heel erg. En weet je, zonder jullie was ik gewoon nergens. En dat mijn video's nu soms 5k halen of 4k per video voor mijn aantal subs is dat heel veel. Want je ziet genoeg kanalen met mijn aantal subs die gewoon niet zoveel views krijgt. Dus ik ben jullie heel dankbaar dat door jullie mijn kanaal zo goed loopt. En ik bof gewoon. Ik vind dat ik oprecht de leukste fanbase heb alle tijden. Ik ben echt super blij met jullie. En daarom vind ik het ook leuk om content met jullie te maken soms. Dus ja, maar serieus jongens, in mijn doelen voor 2018 video had ik zo'n vet idee. Een leuke manier waarop jullie, een leuke en grappige manier waarop jullie mijn kanaal kunnen promoten. En ik wil het eigenlijk heel graag laten zien, maar ik ben er nog niet toe gekomen, want het is een extra video. Maar in ieder geval jongens, nogmaals bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie in de volgende livestream. Maar het probleem is altijd, vanwege de delay, als ik nu uitzet, dan... Is die bij jullie uitgezet voordat ik überhaupt de laatste 10 seconden heb gezegd. Dus ik ga eens even iets leuks met jullie doen. Om de stream af te sluiten. Want ik heb jullie bedankt, alles is vet. Dus ik ga nu even iets met jullie anders doen. Ik ga even een tijdje zo zitten. En nu ga ik gewoon wachten. Nu ga ik gewoon niks doen. Het is nu gewoon aan jullie of jullie weggaan of niet. Ik lees jullie tweets straks. Ik ga ze ook tweeten. Ik babbel met jullie op Twitter. En op Discord.
zijn er nu nog steeds mensen? Ik zou toch zeggen dat we mensen weg zijn gegaan? Oké, volgens mij heb ik wel lang genoeg gewacht. Dus als er nu iets niet op staat, maakt het niet uit. Dus jongens, ik zie jullie in de volgende stream, bij de volgende video. Doei!